Dames en heren, welkom bij Radio Rosselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Rosselnest. Vandaag verwelkomen we voor de derde keer literatuurwetenschapper Evert-Jan van Leeuwen voor een gesprek over de Amerikaanse horrorauteur Howard Phillips Lovecraft. Evert is universitair docent Engelse taal en cultuur bij het Lucas aan onze universiteit. Eerder was hij te gast om te praten over twee andere Amerikaanse auteurs, Nathaniel Hawthorne en Edgar Allan Poe. Vandaag staat het volgende sleutelfiguur in de Amerikaanse horrorgenre centraal, H.P. Lovecraft. Laat ik beginnen met een korte biografie. Howard Phillips Lovecraft wordt geboren in 1890 in Providence, in de kleine Amerikaanse staat Rhode Island, als telg van twee oude New England families. Zoon van Winfield Scott Lovecraft en zijn vrouw Sarah Susan Phillips. Als Howard 3 jaar oud is, krijgt zijn vader op zakenreis een psychose en wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar hij 5 jaar later komt te overlijden, als gevolg van syfilis. Howard wordt opgevoed door zijn moeder, 2 tantes en zijn grootvader. Vooral die laatste speelt een belangrijke formerende rol. Dankzij hem krijgt Howard waardering voor klassieke literatuur en poëzie. Ook raakt hij van jongs af aan geïnteresseerd in natuurwetenschappen. Hij houdt zich bezig met chemie, geologie, meteorologie en sterrenkunde. Lovecraft blijft goed op de hoogte van wetenschappelijke ontwikkelingen en doorbraken in zijn tijd en putte daar de nodige inspiratie uit voor zijn griezelverhalen. Hoewel hij vooral leeft als een misantropische asceet, onderhoudt hij een levendige brievenwisseling met honderden correspondenten. Ook had hij een kort huwelijk met de hoedenverkoopster en schrijver Sonja Green, waarmee hij kort in New York woont. Maar de relatie houdt geen stand als Sonja zich omwille van werk gedwongen ziet om te verhuizen naar de Midwest. Het zou een understatement zijn om Lovecraft te beschrijven als een excentriekeling. Uit zijn persoonlijke correspondentie klinkt de nodige xenofobie, racisme en misantropie, die ook doorcijpelt in zijn korte verhalen. Lovecraft geniet tijdens zijn leven weinig faam voor zijn schrijfsels. Hij leefde van een klein inkomen uit een erfenis en vulde dit aan door het schrijven van korte verhalen en het nodige anonieme redigeer- en schrijfwerk voor andere auteurs. Bovendien weerhoudt zijn aardsconservatieve en anticommerciële houding hem ervan om zich al te zeer in te laten met ordinaire geldkwesties. Uiteindelijk is het zijn vriend Paul Cook die hem overhaalt om verhalen te plaatsen in zijn tijdschrift The Vagrant. Onbezoldigd worden zijn verhalen Dagon en Polaris gepubliceerd. De Amerikaanse auteur Stephen King geeft de volgende beschrijving van Lovecraft's oeuvre. En ik citeer: stelt u zich voor, een universum met in de periferie ervan een keur van monsterlijke wezens met kosmische afmetingen, van wie de indruk wordt gewekt dat ze maar in hun slaap hoeven te kreunen om de aarde en het handjevol planeten in de buurt tot stof te reduceren. Als die wezens ook nog namen blijken te hebben als Cthulhu, Azathoth, de kruipende chaos, Yog-Sothoth of de geit met 1000 jongen, wordt de indruk gewekt dat we er met de kernbom niet zo heel slecht voor staan. Einde citaat. De meningen over de literaire kwaliteiten van Lovecraft zijn verdeeld. Sommigen zetten hem weg als ordinaire pulpschrijver, vooral vanwege zijn barokke stijl, waar je soms struikelt over de bijvoeglijke naamwoorden. Anderen beschouwen hem als een bewonderingswaardige meester van het horrorgenre. Maar love him or hate him, Lovecraft heeft een belangrijke stempel gedrukt op het horrorgenre en was een grote invloed op werk van latere auteurs zoals Robert Bloch, Stephen King, Peter Straub en Neil Gaiman. In deze podcastaflevering ga ik met Evert in gesprek over enkele thema's uit Lovecrafts oeuvre. En dat doen we aan de hand van de verhalen Dagon, Call of Cthulhu, The Dunwich Horror, The Color Out of Space, The Mountains of Madness. Oftewel de verhalen die behoren tot de zogeheten Arkham-cyclus. Ik verheug me zeer op ons gesprek. Evert, fijn dat je weer bij ons wil aanschrijven. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. En opnieuw de volgende hoofdstuk van de Amerikaanse horrorgeschiedenis te schrijven. Ja, want inmiddels begint het echt een beetje een soort reeks te worden. We begonnen inderdaad met Hawthorne in de 19e eeuw. Mm-hmm. Niet heel erg een horrorschrijver, maar niet iemand die wel bij de gothic traditie hoort. Ja, zeker. En vervolgens Poe en dan nu inderdaad Lovecraft. En laat ik beginnen met de vraag naar hoe jij voor het eerst kennis maakte met het werk van Lovecraft. Ja, mijn kennismaking kwam eigenlijk direct uit mijn interesse in de low-budget verfilmingen van Poe-verhalen uit de jaren 60. Ja. Die ik dan weer als tiener in de jaren 80 ontdekte, laatste avonds op de BBC. Werden ze eindeloos gedraaid. En Lovecrafts verhaal over Charles Dexter Ward werd destijds dus gepromoot als weer een Edgar Allan Poe-verfilming. Maar dat was dus eigenlijk gebaseerd op een Lovecraft-verhaal. En toen dacht ik, als fan van Edgar Allan Poe en van zijn verhalen en zijn werk, dacht ik, nou, dan moet ik dat eens gaan lezen, want dat blijkbaar zit daar een relatie. En in die zin ben ik Lovecraft eerst gewoon gaan lezen en daarna ook wat meer gaan onderzoeken. En het is niet de schrijver die ik persoonlijk zou bovenaan mijn lijstje zou zetten van mijn persoonlijke favorieten als het gaat om
dit specifieke Amerikaanse literaire genre. En waar ligt dat aan? Omdat ik hem een beetje... Color Out of Space vind ik persoonlijk echt een fantastisch verhaal en echt zijn meesterwerk. En als je daarna de rest gaat lezen, dan wordt het steeds meer een variatie op datzelfde thema. En dus er zit weinig vernieuwends in. Hij ontwikkelt zich in die zin niet. Hij zit heel erg vast in wat hij aan het begin ontwikkelt en daar blijft hij ook heel erg. En dat heeft misschien die vaste ook ingrediënten voor al die verschillende voor verhalen. Al die verhalen. En dat past misschien ook wel bij zijn conservatisme. Het idee van hij wil geen verandering. Ja. Dus, hè, dat, en ik zou dus persoonlijk zijn tijdgenoot Clark Ashton Smith, hij correspondeerde wel met Clark Ashton Smith, maar ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar die zou ik als schrijver, als kunstenaar toch wel... die waardeer ik meer als schrijver en kunstenaar. Die was ook beeldhouwer en dichter. En zijn oeuvre is veel gevarieerder en daardoor spannender, vind ik. Alleen waar Clark Ashton Smith eigenlijk in de literaire geschiedenis verdwenen is... neemt H.P. Lovecraft een steeds centralere rol in. En als dus letterkundige onderzoeker op het gebied van gothic horror science fiction... kan je gewoon niet om Lovecraft heen. Nee, want je zegt ook, het is echt een belangrijke schakel eigenlijk... tussen inderdaad dat toch dat 19e eeuwse gothic... Ja. En het hedendaagse sci-fi horror genre. Ja. Ja, dus inderdaad, zoals je net ook zei, love him or hate him... je kan niet om H.P. Lovecraft heen. Als schrijver, maar ook als cultuurfenomeen. Ja, want het is echt inderdaad, want eigenlijk als culte... eigenlijk is de Lovecraft cultus ook eigenlijk nog veel... maar invloedrijker dan zijn schrijven, zou je bijna kunnen zeggen, toch? Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld dat de namen kennen. Ik zelf ook. Ik kende wel wat van de namen uit de verhalen van Lovecraft, maar de verhalen gelezen hebben, dat had ik nog helemaal niet. Tot een 2 jaar geleden of zo, had ik het nooit gelezen. Nee, je hebt helemaal gelijk. Lovecraft is eigenlijk misschien minder een schrijver tegenwoordig als een label voor een hele brede vorm van horror subcultuur. Die je terugvindt in verhalen, in films, in muziekuitingen, in graphic novels. Hè? En het is inderdaad een genre op zich geworden. En dus eigenlijk wie je ook bestudeert na Lovecraft in de Amerikaanse, fantastische genres. Je zal altijd aspecten van Lovecrafts oorspronkelijke verhalen weer terugvinden. Hè? En dat maakt hem zo belangrijk. En zo zie je ook dat je niet altijd de grootste kunstenaar hoeft te zijn of de grootste vernieuwer hoeft te zijn om een gigantische impact te hebben op de lange termijn. Ja. In die zin is hij iemand om als literatuuronderzoeker heel serieus te nemen. Dat is, en goed te begrijpen ook. Als je de Amerikaanse horrorgeschiedenis van de 20e eeuw wil begrijpen, dan moet je Lovecraft bestuderen. Ja, en dan die gelijkenissen met Edgar Allan Poe, want je zei al even, zo'n verfilming, dat leek eigenlijk een volgende instantiatie van weer een verhaal van Poe wat wordt verfilmd. Wat zijn gelijkenissen tussen deze? Lijken ze veel op elkaar, ook qua schrijven? Qua schrijfstijl zou ik zeggen dat ze op elkaar lijken in dat zowel Poe als Lovecraft eigenlijk de stijl van de 18e eeuw eigenlijk als voorbeeld namen. Ja. En dus ontzettend graag... hele ouderwetse taalvormen, woordkeuzes gebruikte. Aan de ene kant als een vorm van vervreemding, hè, om het mysterieuzer te maken, om het te doen laten lijken alsof dit gaat over hele oude dingen van vroeger. Ja, zeker, ja. Dat is één aspect daarvan. En aan de andere kant ook vanuit hun eigen eigenlijk obsessie met wat zij allebei zagen als de wonderen van het verleden, de mooie dingen van het verleden die ze zelf zagen... in hun tijd, of het nou Poe in het midden van de 19e eeuw was... of Lovecraft aan het begin van de 20e eeuw... waren het allebei schrijvers die naar hun wereld keken... en eigenlijk in hun opvatting een sterke vorm van decadentie tegenkwamen. Hun eigen idealen over hoe de maatschappij zou moeten zijn... of hoe kunst zou moeten zijn, lagen in het verleden. Dus ze hadden allebei een soort weemoedige soort terugblik naar... het neoclassicisme. Poe wordt vaak natuurlijk gezien als een romanticus. Maar tegelijkertijd zie je dat wat hij nastreeft... zijn toch hele ouderwetse idealen. Al zijn het vaak wel mystieke en meer spirituele ideeën... en niet de typische dingen die we associëren met de 18e eeuw... als het gaat om verlichting en rationaliteit. Mm-hmm.
Maar het is wel echt een 18e eeuwse of zelfs eerdere vorm van spiritualiteit of metafysica die hij aanbidt. Ja. En dat deelt hij heel erg met Lovecraft. En vooral wat hun heel dicht bij elkaar brengt is die obsessie met het zoeken naar een manier waarop je een glimps kan krijgen, een kleine soort van lichtpuntje van wat er eigenlijk allemaal bestaat buiten onze zintuigelijke waarneming om. Ja. En Poe doet dat met name vanuit poëtisch taalgebruik, de menselijke verbeelding en intuïtie. En Lovecraft gaat dat dan toch als een latere schrijver meer onderzoeken aan de hand van, ja, hoe kunnen bepaalde vormen van wetenschappelijk onderzoek, hoe kunnen bepaalde vormen van archeologie of maar ook folklore studies, hoe kunnen die leiden tot bepaalde momenten van inzicht over een wereld die we anders niet zouden kunnen zien met onze ogen of niet zouden kunnen horen of niet zouden kunnen ruiken. En hij is in die zin echt letterlijk een zintuigelijke schrijver. Ja. Alleen wat... Dat verklaart misschien ook al een klein beetje dat enorme, ja, die enorme barokke stijl, die trouwens alle twee heel sterk hebben. Ja, ja, ja. Het is echt een beetje wat wij hebben met Couperus of zo. En je hebt ook die Ierse schrijver waar Lovecraft enorm door beïnvloed is, die Lord Dunsany. Dunsany, ja. Die heeft ook inderdaad heel dat hele bloemrijke. Mm-hmm. Maar inderdaad dat wetenschappelijk, ja, ik vond het zelf aardig dat je eigenlijk ziet dat zowel Lovecraft als Poe proberen heel erg te putten uit wetenschappelijke ontwikkelingen uit hun tijd. Om een soort geloofwaardigheid te creëren ook rondom die horrorverhalen. En toch ook al inderdaad, hij haalt zelfs Poe natuurlijk met regelmaat aan. Ik zag het inderdaad in The Mountains of Madness. Dan citeert hij volgens mij inderdaad een stukje uit dat narrative of Arthur Gordon Pym. Inderdaad. Ja, ja. Ja, er zijn critici die Mountains of Madness lezen als een vervolg op The Adventures of Arthur Gordon Pym. Of als een respons daarop. Je kan het in moderne termen zien als een soort sequel. Zeg maar de onwerkelijke klanken die de wetenschappers daar tegenkomen en registreren. Hè? Dat tekkelili, dat is direct uit Poe's verhaal. Dat is wat Poe's personages ook horen. Dus daar creëert hij ook een direct verband tussen wat Poe's personages tegenkomen, maar waarvan zij zelf natuurlijk geen enkel benul hebben van wat het is. Ja, creëert Lovecraft dus een nieuwe expeditie naar de Zuidpool, waarin zijn wetenschappers natuurlijk uiteindelijk tot waanzins toe natuurlijk uiteindelijk ontdekken wat die geluiden nou maken. Dus het is inderdaad een direct vervolg eigenlijk op Poe. Ja. Ja, soms wel bijna een inkleuring. Als je bijvoorbeeld dat City Under the Sea van Poe neemt. Ja. Ja. Ja, de mysterieuze stad die uit het water opdoemt bij Lovecraft. Dus het is een beeld dat de hele tijd terugkomt. Bijna alsof inderdaad Lovecraft dat als een soort tekening ook inkleurt. Waar Poe nog heel erg in het vage houdt. En toch wel een beschrijving geeft, maar eigenlijk daar weinig handen en voeten aan geeft. Zie je dat bij Lovecraft dat hij daar ook een soort invulling aan geeft. Van wat vind je dan inderdaad in die stad die uit zo'n zee komt opdoemen? Ja. Ja, ik zal even het begin van City of the Sea oplezen. Want inderdaad, je ziet hier eigenlijk dat Poe de voorzet geeft en Lovecraft kopt hem dan in. Ja, ja. Lo, death has reared himself a throne in a strange city lying alone, far down within the dim west, where the good and the bad and the worst and the best have gone to their eternal rest. Their shrines and palaces and towers, time-eaten towers that tremble not, resemble nothing that is ours. Around, by lifting winds forgot, resignedly beneath the sky, the melancholy waters lie. En dat is dan de soort van het zaadje voor Lovecraft, om dan na te gaan denken inderdaad, oké, wat voor levensvormen leefden daar dan? En stel dat je die stad onder de zee zou herontdekken, wat kom je daar dan tegen? Ja. En dan eindig je natuurlijk inderdaad bij The Mountains of Madness of bij Dagon of bij The Shadow over Innsmouth. En dan een soort onmenselijk element eraan toevoegen. Waar Poe nog wel woorden gebruikt die voor ons begrijpelijk zijn, hè, die we ook associëren met de stad, gaat dan Lovecraft daar dan vervolgens weer mee spelen dat het voor ons ook een geometrie kent die we helemaal niet kennen. Hij maakt daar ook iets bij. Hij maakt ook een beetje iets onaards van in tegenstelling tot Poe. Ja, ik denk dat ze daar eigenlijk hun wegen scheiden. Waar Poe nog heel erg vanuit de menselijke ervaring
schrijft en vanuit curiositeit voor ook het hiernamaals of de spirituele wereld die achter onze materiële wereld bestaat. En postpersonages ook in bepaalde verhalen komen ook echt in het hiernamaals terecht en spreken dan nog met elkaar. Want hun zielen zijn onsterfelijk en kunnen ze nog met elkaar in conversatie gaan. Zie je inderdaad dat bij Lovecraft op het moment dat je dus dat het je lukt om eigenlijk die sluier op te tillen en een blik te krijgen van wat daar dan schuil gaat, dan komen de menselijke personages in een wereld terecht die zo onvatbaar is op alle mogelijke manieren. Of dat nou inderdaad zintuigelijk is of meer cognitief. Het is niet te begrijpen, niet te vatten. Het is daardoor ook niet uit te spreken, niet uit te leggen. En eigenlijk raken zijn hoofdpersonages daar vaak hun menselijkheid kwijt. Ja. En ook gewoon hun verstand. Ja. Dus ik vind het heel opmerkelijk dat je op een bepaalde manier zie je dat die speelt met de gedachte. Hè, er liggen allemaal losse flarden van wat er achter die sluier zich bevindt. Ja. En dan heb je vervolgens een verteller of iemand anders waarover die vertelt, die wat van die feiten verbindt. En dan is het eigenlijk wanneer dat een geheel begint te vormen eigenlijk, of een soort verbintenis aangaat, die feiten, zie je eigenlijk dat het verstand juist ontbindt. Zie je eigenlijk dat het verstand juist in zijn delen uiteenvalt en dat je tot waanzin wordt gedreven of tot zelfmoord of tot wat dan ook. Het is grappig dat je bijna een soort communicerende vaten hebt, dat inderdaad die kennis is je ondergang. En de feiten aan elkaar verbinden, dat zorgt ervoor dat jij ontbindt of sterft of wat, op wat voor manier dan ook ten onder gaat. Ja, hij is daarin gek genoeg zelf als jonge man inderdaad zijn verhalen over hoe die bezig was met zijn child chemistry kit in de basement van zijn huis en hoe die dus zelf heel geïnteresseerd was serieus in de wetenschap. Lijkt het er bijna op of wat hij snel, de conclusies die hij zelf trok, is dat zolang je naar de details individueel aan het kijken bent, heb je als mens nog controle over de natuur of over het universum. Maar op het moment dat je die verbindingen gaat leggen, dan gaat de mens eigenlijk zijn eigen vermogen van begrip voorbij. En als je dat probeert te vatten, dan eindig je eigenlijk altijd in waanzin. Omdat het niet daarin was hij gewoon ook heel sceptisch. Dat hij gewoon het idee had dat het menselijk brein eigenlijk het universum en ook de plaats van de mens op aarde, maar ook dan de plaats van de aarde in het heelal. Dat de mens eigenlijk dat alleen maar kon uitleggen via mythologie, maar niet via de wetenschap. En als zodra ze het kunnen uitleggen, dan is het ook iets wat gewoon echt een verschrikkelijke boodschap vindt. Inderdaad, het is helemaal niet een soort, precies. Wat bijvoorbeeld een term van Nietzsche is, vrolijke wetenschap. Dat merk je eigenlijk bij hem helemaal niet. Wetenschap is niet een vrolijke aangelegenheid. Misschien inderdaad als je met de details bezig bent, is het niet zo'n ramp. Ja. Maar zodra je een soort besef hebt van diepe tijd of de diepe ruimte, dan wordt hij eigenlijk overmand ook zelf door een soort nihilisme, een indifferentie, een groot leeg heelal waar je als mens ook maar een stofje bent. Hij ziet zelfs, denk ik, volgens mij in die wetenschap ook een bevestiging van jouw kleine, onbeduidende positie in dat heelal en ten opzichte van dat heelal. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dat zijn hoofdpersonages die zich profileren als onderzoekers. Of ze nou wetenschappelijk onderzoeker zijn of een occult onderzoeker. Is eigenlijk, er is eigenlijk maar één waarheid die zijn personages kunnen ontdekken. En dat is inderdaad de complete nietigheid van het menselijk bestaan en het menselijk ras op aarde. En wat ze vaak ook ontdekken is dat het menselijk ras op de rand van de afgrond staat. Ja. En dat maakt zijn verhalen zo vreselijk eng voor veel lezers. Is dat de ontdekking? Ja, ik kan me voorstellen. De ontdekking is niet alleen maar een persoonlijke ontdekking voor de personages in de verhalen. Dat zij op dat moment dus waanzinnig worden of dat zij uiteindelijk ontbinden. Maar het is de implicaties van een ontdekking suggereren voor al het leven op aarde, menselijk, niet-menselijk, plantaardig, dierlijk, dat eigenlijk het leven zoals wij dat kennen op het punt staat van complete vernietiging. Ja. Omdat zijn mythologische figuren, die Old Ones, Cthulhu, de Shoggoths, op het punt staan om
opnieuw door te breken in de wereld zoals wij hem kennen. En weer controle over te nemen van de aarde. Alleen ja, die wezens op zich zijn weer onderling in een strijd over controle. Ja. Dus ze zullen in hun strijd om de macht op aarde over te nemen, gewoon letterlijk over de mensheid heen walsen. Ja, het is natuurlijk ook iets wat je, denk ik, ook misschien in de tijd moet plaatsen. Dat hij eigenlijk zo afwijkt van heel veel verhalen die daarvoor komen, waarin de mens toch wel nog steeds een hele belangrijke rol speelt, waarin er ook een soort klassieke strijd is tussen goed en kwaad, of er is een duidelijk monster, maar dat is toch wel duidelijk gedefinieerd. En dat hij juist dat heel erg, het is niet eens zozeer inderdaad dat die strijd wordt geleverd, het is meer dat wij inderdaad, wat je zegt, wij kunnen gewoon als een stofje worden weggeblazen, of we kunnen gewoon worden platgewalst in de kosmische strijd tussen andere krachten. En daarmee is dus ook de mensheid niet een eindstation van de schepping, of een einddoel, of een kers op de kosmische taart of zo. Maar is echt niks. Hè? Of is heel onbeduidend in ieder geval. Een soort cosmic vloek. Ja, alle vormen. Ik denk dat in zijn verhalen komt steeds terug dat alle personages die het idee hebben dat de mensheid als ras ook maar iets te betekenen heeft, die zijn het snelste verdwenen. Ja, die gaan het snelste onderuit. En de enige personages die overleven, daar heb je die Amni in Color Out of Space, die als enige eigenlijk in, waar die de meteoriet die in Color Out of Space neervalt natuurlijk. Ja, misschien is dat een verhaal. Het is een mooie illustratie van een verhaal, inderdaad. Meteen over jouw favoriete verhaal. Inderdaad, want die Color Out of Space, inderdaad, waarin hij beschrijft hoe in Massachusetts, volgens mij bij Arkham, toch? Arkham, ja. Ja, zijn befaamde fictieve dorpje, wat de hete terugkomt. Is dat trouwens ook in Batman, heb je ook Arkham? Ik zat gewoon te denken, dat is ongetwijfeld uit Lovecraft overgenomen, toch? Asylum, dat is het gekkenhuis, dus dat is wel degelijk Lovecraft. Ja, dat is een knipoog naar Lovecraft, ja. Zeker. En daar stort dan inderdaad daar is in het verleden een keer een meteoriet neergekomen, niet eens heel erg gek lang geleden. Nee. Maar niemand wil erover praten. Ja. Niemand wil in dat gebied ook komen waar dat is neergekomen. En je kan ook heel slecht in dat gebied komen, want het is volledig overwoekerd. En dat bos is bijna onbetreedbaar. Ja, het is een soort primal forest idee. Hè? Dat is dat zie je in al zijn verhalen. De plekken waar deze kosmische krachten zich manifesteren zijn altijd plekken buiten, zeg maar, bourgeois civilisatie. Dus het gebeurt nooit in steden of in stadjes. Is ook zo'n parallel toch met een Poe of een Hawthorne? Ook zeker, zeker. Dat is zeker een link met Hawthorne, die natuurlijk ook heel erg veel schreef over de wetteloosheid van het woud. Hè, dat daar de natuurwetten gelden en niet de wetten van de Puriteinse samenleving. Ja, of de wetten. Ja, ja, hè, ja. Dat daar dus van alles kon wat anders niet kon. Maar soms ook op een positieve manier in Hawthorne. Dat is natuurlijk ook een plek van vrijheid, waar mensen zich eerlijk en oprecht kunnen uiten over hun gevoelens en over hun verlangens. En dat niet kan natuurlijk in de gemeenschap. Ja, Heb je dat natuurlijk bij Lovecraft, zie je dat zo'n plek als de boerderij waar het verhaal Color Out of Space zich afspeelt, is inderdaad, als je daarheen reist, dan reis je bijna terug in het verleden. Het is het landelijke Massachusetts van de 19e eeuw, waar iedereen nog eigenlijk de tradities van vroeger volgde. Het is compleet, zeg maar, niet geïndustrialiseerd. Alles gaat nog heel traditioneel. Ja. En daar komt dan natuurlijk die kosmische kracht terecht. Hier is het een komeet. En die begint in eerste instantie, lijkt het een hele positieve invloed te hebben, want alles gaat heel erg groeien. Ja, ja, maar een van de belangrijke woorden in Lovecraft is het woordje to, met T-double-O. Dingen worden te groot, dingen worden te wild. Dat is typisch zijn conservatisme, dat hij bang is voor alles wat maar in enige vormen extremiteiten aanneemt. Ja, want de vruchten worden enorm, bijvoorbeeld van de fruitgaarden volgens mij, maar zijn oneetbaar. Ja, en vervallen ook tot een soort vaag grijs stof na verloop van tijd. Precies, ze muteren. Dus het lijkt in eerste instantie fantastisch. Want het lijkt alsof de natuur een soort extra impuls krijgt. Maar bijna een soort Chernobyl-achtige situatie. Ja. Dat is ver voor zijn tijd. Maar een ander belangrijk woord in Lovecraft is muteren, mutaties. Dus hij ziet eigenlijk verandering
of dat nou in zijn verhalen is, maar ook in de maatschappij, elke vorm van verandering ziet hij als een mutatie. En een mutatie in zijn ogen is altijd negatief. Ja, ja, ja. Want dat wijkt af van wat hij als de standaard ziet. En de standaard voor Lovecraft is de wereld zoals die was in de 18e eeuw, waarin er hele duidelijke grenzen waren tussen normaal en abnormaal, ja, en wat wel en niet mocht en wat goed en kwaad was. En ja, die eigenlijk helder gestructureerde visie die hij natuurlijk... Hè, hij leefde niet in de 18e eeuw. Natuurlijk iedereen die in de 18e eeuw leefde was zich natuurlijk wel bewust dat dat alleen maar een ideaal was. Maar door zijn teruggetrokken bestaan, kan die een beetje als die 18e eeuw leven. Ja, we zeiden het al even in het voorgesprek inderdaad, dat die ontzettend veel lijkt eigenlijk op het verhaal van Hawthorne, The House of the Seven Gables, wat gaat over voornamelijk over het familiehuis van de familie Pynchon. Ja. Dat hij daar enorm veel van heeft. Dat hij inderdaad enorm veel van die personages heeft. Een beetje zo'n conservatief, nog terugkijken naar Merry Old England. Ja, bijna een soort aristocratie inderdaad. Ook een manier waarop je als heer moet gedragen en de manier waarop de samenleving zou moeten zijn vormgegeven inderdaad. En je ziet inderdaad bij hem de hele tijd bijna een soort van biochemie of biologie op de achtergrond van hybridisering, degeneratie, mutatie inderdaad, de hele tijd. En altijd inderdaad in een negatieve connotatie. Precies, en dat is wat er gebeurt dus, in dat ook dus op die boerderij, die dus in eerste instantie een hele goed lopende industrie, of niet een industriële, maar een goede industrie heeft, ook als boerderij. Ja, zijn goede dingen. En gewoon een nietsvermoedende boerenfamilie. Ja, precies. Ja. En dan als alles dus gaat afsterven, blijft er dus één personage over uiteindelijk. En dat is de echte, wat je in het Amerikaans, de jokel, de echte man van het land, die daar echt, die is niet van het land te trekken. Die is met het land. Die is in een soort ideaal figuur. Ideaal figuur voor Lovecraft. En de reden waarom hij blijkbaar op een of andere manier immuun is voor die mutaties, want de hele familie van die boerderij muteert mee. Ja. En ook uiteindelijk eindigt natuurlijk ook als een soort, je wordt een soort gloeiende drap. En dan uiteindelijk ben je niet meer. Ja, dat is ook die kometen is ook niet een soort stuk steen of wat dan. Want ze gaan natuurlijk, meteen krijg je onderzoekers van de universiteit. Ja. Altijd zijn go-to-universiteit is altijd die bedachte Miskatonic. Miskatonic University, een klein universiteitje in Arkham inderdaad. Ja, precies. Ja. En die sturen dan wetenschappers daarheen. En die gaan dan dat spul oppakken wat dan op een of andere manier gek na aan het gloeien is. En wat langzaam aan het verdwijnen is. Ja. En natuurlijk inderdaad wat een kleur heeft die niet voorkomt op het kleurenspectrum zoals we dat kennen. En dus dat is dan, daarom heet het ook de color out of space. En vind je dat niet, maar dat is misschien ook al meteen een soort negatieve waardering voor Lovecraft, dat hij heeft heel vaak het onbeschrijfelijke, het onmeetbare, het niet vatbare, wat buiten onze zintuigen ligt, wat buiten onze zintuigelijke werkelijkheid ligt. Ja. En tegelijkertijd is het toch een kleur. Hè? Of is het toch altijd dat het lijkt toch herkenbaarder dan dat je op het eerste gezicht denkt. Hè? Of het nou schrifttekens zijn bij hem, of beeldtenissen, of inderdaad in dit geval dan kleur, of een soort vreemd soort materie. Geuren bij hem. Het wordt toch eigenlijk allemaal wel altijd beschreven. Er zit eigenlijk bij hem altijd iets geks, dat hij wil iets wat inderdaad buiten ons kennen ligt opnemen in het verhaal. Ja. Maar daardoor zit hij zich bijna gedwongen om toch erover te praten. Een color out of space is toch een kleur. Ja. En hoe weet je dan dat het dan een kleur is? Hè? Als het buiten ons kleurenspectrum valt en buiten onze waarneming valt. Ja. Dat vind ik altijd bij hem altijd... Misschien is dat een tekortkoming van de horror die hij probeert neer te zetten. Hoor. Dat hij... Aan de ene kant misschien wel. Aan de andere kant denk ik dat het ook vooral gaat dat ook de personages in zijn verhaaltjes natuurlijk en Lovecraft zelf. Het enige wat zij hebben is in die zin de Engelse taal. Ja, en zij moeten zich uitdrukken. Als jij iets wil beschrijven wat je tegenkomt wat niet te beschrijven is. Ja, als je een poging gaat doen, dan heb je het enige wat je hebt zijn de woorden die je wel kent. Want je kan niet iets beschrijven met woorden die je niet kent. De personages zelf creëren dus ook die paradox. Door te zeggen, het is wel een kleur, want verder dat is het dichtste bij wat we kunnen komen. Maar niet van hier. Nee. En dan denk je, maar wat heb ik er dan aan? Ja, het is een kleur, maar je kan hem niet zien.
Oké, maar als je hem niet kan zien, hoe weet je dan dat het een kleur is? En dan kom je dus daar in dat soort paradoxen. Hij heeft hetzelfde terecht. Met namen natuurlijk. Hij zegt er ook altijd bij van ja, dat is zoals we het fonetisch, wat wij ervan horen. Maar het is een naam die niet voor onze oren bestemd is. Eigenlijk zijn natuurlijk al die monsters en de gebeurtenissen en de fenomenen die deze personages tegenkomen. Ze kunnen alleen maar in een bepaalde mate een indruk geven van wat het was in de taal die wij hebben. Ja. Maar eigenlijk zeggen die personages er ook bijna altijd bij van ja, het is eigenlijk onzinnig, want het staat er eigenlijk nog zo ver vanaf. Ja. En dat zie je dus ook bij The Color Out of Space inderdaad. En dus de enige, die Amnie, die dus uit de kluiten gewassen is, in dat die blijft over omdat die als enige niet probeert verklaringen te geven. Hij probeert het niet te onderzoeken. Hij probeert het niet uit elkaar te trekken en te bestuderen en binnen de menselijke kennis daar vat op te krijgen. Hij accepteert dat het gebeurt. Hij accepteert dat het niet te verklaren is. Mm-hmm. En hij leeft ermee. Ja, ja. En dat is eigenlijk als je in Lovecraft's oeuvre kijkt, de personages die het dus overleven, zijn de personages die eigenlijk kunnen leven met het feit dat hoe beperkt de menselijke kennis is, hoe beperkt het menselijk rationele vermogen is, hoe beperkt de wetenschap eigenlijk is. En daar vrede mee hebben. En niet gaan zoeken, naar dat kosmische. Precies, niet zoeken naar het antwoord, niet zoeken naar wat je toch niet kan vinden. En wat je niet kan bevatten. En dus wat je toch niet kan bevatten als je het vindt. En in die zin is het interessante van zijn verhalen is dat ze allemaal suggereren dat de moderne soort van menselijke geest, die toch gebouwd is op curiositeit, op wetenschappelijk inzicht, op filosofie, op het zoeken naar de waarheid, dat een van de grootste misstappen is in de ontwikkeling van de menselijke geest. Ja, hij pleit eigenlijk echt voor een beperkje. Hou je in. Ga niet op zoek naar dingen die je ook, zodra je ze dan te weten komt, inderdaad, dan is het ook meestal gewoon gebeurd met je. Ja, ja. Ja. En ik denk dat plaatst hem ook voor mij heel erg in de 18e eeuw. En bij schrijvers als Alexander Pope, die ook als dichters heel erg benadrukte van voor Alexander Pope in de 18e eeuw, die zag al, de mens gaat eigenlijk zijn eigen kunnen voorbij. Die probeert eigenlijk zich continu te overtreffen. En dat kan niet leiden tot bruikbaar inzicht. Of dat kan niet leiden tot een betere samenleving. En ik denk dat Lovecraft in die zin echt vasthoudt aan dat soort meer conservatieve 18e eeuwse literaire schrijvers. Die vooral benadrukten van, mens ken je plaats in de kosmische orde van het zijn. Ja, je ziet het ook een beetje al in de romantiek. En ook heel erg sterk wat in het werk van Immanuel Kant. Eenzelfde oproep. Ja. Eigenlijk ook in zijn Kritiek der Reine Vernunft. Wat dan gaat over, wat kan ik als mens weten? Benadrukt hij eigenlijk voornamelijk, je bent heel beperkt in wat je kan weten. Hij heeft op een gegeven moment dan ook een beeld, wat trouwens terugkomt aan het begin van een beeld wat Lovecraft ook gebruikt in het verhaal van Cthulhu. Van de mens heeft een eilandje van het verstand, dat is helemaal in kaart gebracht, dat is kenbaar. En dan daarbuiten ligt een enorme onmetelijke oceaan van schijn. En je hebt als mens sterk de neiging om die oceaan op te gaan, maar dat moet je eigenlijk niet doen. Want dan ben je verloren. Want dan ga je achter Fata Morgana's aan of droombeelden. En je bent niet meer toetsbaar. Je kan geen kennis meer verwerven. Daarbuiten is eigenlijk helemaal geen kennis te verwerven. Je moet echt rekening houden met jouw beperkingen als kennend subject. Ja. Dus inderdaad grappig. Ja, dat dit heel sterk in die 18e eeuw komt dat inderdaad naar voren. En dat grappig dan inderdaad in de 20e eeuw in het werk van Lovecraft. Daarom heeft hij ook een beetje iets oneigentijds bijna. In zijn, zowel in zijn stijl als ook inderdaad in af en toe de onderwerpen die hij aanhaalt, heb ik het idee. Ja, ik denk dat hij zich echt modelleerde op zijn 18e eeuws voorbeelden. En dat hij zowel in zijn schrijven als in zijn eigen levenservaring het ideaal van de amateur literary gentleman. Hè? Dus hij probeert op het magere inkomen wat hij heeft van eigenlijk de family estate. Daar probeert hij van te leven. En zodra je als professioneel, individueel,
onderzoeker wordt, wetenschapper wordt of letterkundige wordt, dan geef je je over aan de moderne tijd, waarin alles eigenlijk meeloopt in die obsessie met progressie. Ja, met, hè, we gaan, alles zal verbeterd worden. En als je geld uitdrukken ook. Ik vond het heel grappig. En geld uitdrukken, ja. Als je in de House of the Seven Gables heb je dan het oude vrouwtje Hepzibah Pynchon. En die zit in een soort winkel. Of er zit een soort winkel aan het huis vast. Want anders kunnen ze dat huis niet meer overeind houden. En dan merk je ook dat zij dat helemaal niet kan. Vanwege die aristocratische houding die ze dan heeft. Van, ze geeft alles gratis weg. Omdat een dollar ergens voor aannemen, dat is eigenlijk al vies. Hè? Dat is eigenlijk al iets wat je niet hoort. Een vrouw van stand hoort dat niet te doen. Hoort zich niet te vermengen inderdaad, met dat soort geldzaken. En dat soort dingen. En het grappige inderdaad dat je bij Lovecraft heel erg dezelfde gedachten ziet. Ja. Dat inderdaad ook geld is vooral iets wat je eigenlijk maar niet moet ontvangen. Of als je het voor geld doet, dan moet je het eigenlijk niet doen. Het is inderdaad dat ideaal van een kunst voor de kunst. En het schrijven voor het schrijven. En niet als broodschrijver. Heel anders dan Poe eigenlijk. Helemaal niet een broodschrijver in die zin. Nee, Poe die was natuurlijk in die zin, zat hij in een positie dat hij straatarm was en zich wel moest onderhouden. En dat probeerde te doen met vooral proza schrijven. En dan zag hij natuurlijk zijn dichtvorm als zijn kunstvorm. Dus het meeste proza werk wat Poe heeft geschreven, dat schreef hij heel bewust als broodschrijver. En dan wat je bij Lovecraft ziet, is dat hij natuurlijk zijn eigen tijdschrift begint, The Conservative. En dat wordt dan eigenlijk zijn uitlaatklep voor al zijn xenofobische en racistische ideeën en zijn theorieën. Hij ging natuurlijk in de jaren 20 en 30 heel erg mee met het opkomende fascisme in Europa. Ja, hij was ook een heel enthousiast over eugenics. Het rommelen met... Het verbeteren van mensenras. Het verbeteren van het gebruik van wetenschap om inderdaad het menselijk ras te verbeteren. En dat zie je ook terug in zijn verhalen. Maar dat wilde hij dus niet als journalist doen. Of hij wilde dat niet doen door de politiek in te gaan of de wetenschap in te gaan. Maar hij maakte zijn eigen tijdschriftje en dat noemde hij dan heel duidelijk The Conservative. Terwijl hij voornamelijk schrijft eigenlijk vooral voor Weird Tales schrijft, toch? Je zei het al even in het voorgesprek dat is ook een tijdschriftje wat is... wat min of meer door Poe het levenslicht zag. Of in ieder geval geïnspireerd was door Poe. Ja, Weird Tales is het. Er werd uiteindelijk zeg maar zijn grootste uitlaatklep voor zijn fictie. Ja. En niet dat hij er heel veel mee verdiende. Maar dat was een tijdschrift opgezet. Specifiek voor het soort verhalen. Wat natuurlijk Poe en Hawthorne ooit pioneerden in de 19e eeuw in Amerika. Hè, de verhalen waarin je dus eigenlijk zowel wetenschap. Maar ook het fantastische, het bovennatuurlijke. Het mythologische, het folkloristische eigenlijk allemaal samenbrengt in een vorm van fantastische literatuur die niet een heel duidelijk of dan wel gothic, horror of science fiction zeg maar label kan krijgen, maar een soort hybride vorm krijgt. Waarin dus inderdaad wetenschap en het bovennatuurlijke, het buitenaardse en het biologische en alles samen kan bestaan. En daar paste Lovecraft's werk perfect in. Dus die werd een van de soort hofleveranciers van dat tijdschrift. Maar daar ook is het gek dat hij nooit graag... je zou denken als je zijn biografie leest dat hij eigenlijk niet eens wilde dat zijn verhalen succesvol werden. Hij is enorm kritisch over zijn eigen schrijven. Echt enorm. Ja, dat is onvoorstelbaar. Als je als schrijver wel eens twijfelt of je kritisch genoeg bent over je eigen werk. Is voor de grap inderdaad dat dan enorm kritisch. En hij vond ook heel veel van zijn verhalen mislukt. Dat is heel opvallend dat hele tijd terugkomt. Terwijl dat Color Out of Space vindt hij dan goed gelukt. Volgens mij omdat het niet met te veel bravoure wordt gebracht. Het kosmische wordt daar genoeg onder de... blijft eigenlijk genoeg onduidelijk. Blijft genoeg in het ongewisse, volgens mij, toch? Ja, dat is ook zijn eigen favoriet. Dat heeft hij ook duidelijk gemaakt. Dat hij vond dat hij daar eigenlijk als schrijver... en wat hij probeerde eigenlijk te creëren als kunstenaar... dat in die zin, daar was het echt goed gelukt. En ik denk dat daarmee te maken heeft. Want Lovecrafts hele oeuvre is doordrenkt van woorden... die te maken hebben met onmetelijk, onbeschrijfelijk... niet uit te drukken, niet te zien. Je ruikt het wel, maar je weet niet wat je ruikt. Hè? En dat doet hij in Color Out of Space het meest succesvol. En ook juist door aan het eind
weer hè, de bredere context van het verhaal is dat die meteoriet die dan geland is en uiteindelijk dat hele land daar onvruchtbaar maakt en dat hele land muteert en sterft af, dat juist op dat moment de lokale overheid dat stuk land wil gebruiken, het is een soort vallei, om een nieuw waterreservoir. Voor een groot stuwdamproject of zo. En dat waterreservoir, aan de ene kant komt dat dan heel goed uit. Dat is ook juist wat die Amni aan het eind zegt. Van, het is maar goed ook dat dat reservoir daar komt. Want dan raakt deze hele vreselijke gebeurtenis onder water. En dan kunnen we het vergeten. Terwijl aan het eind van het verhaal, en dat is denk ik waarom het verhaal zo succesvol werkt als horrorverhaal, is er een korte suggestie dat het land jaar per jaar een paar centimeter verder aan het verwaarlozen is. Ja, dus er leidt zich iets uit te breiden of zo. Ja, dat vreemde materiaal, dat verdwijnt eigenlijk. Dat vinden ook die wetenschappers heel vervelend, want die proberen elke keer een sample daarvan te nemen en dan verdwijnt het weer in het laboratorium. Ja, ook dat is weer sample. Ongrijpbaar. Ja. Het heeft inderdaad iets ongrijpbaar, heel tijdelijk maar. Maar inderdaad, het leidt iets te doen met de grond. Het leidt iets te doen, het leidt zich ook uit te breiden, het leidt om zich heen te grijpen. Ja, maar zo'n soort van kleine schaal, dat het dus voor veel mensen niet, ze merken het niet op. Ja. Maar dus zelfs als dat een reservoir er is en het evenement en de dood van die hele familie en alles vergeten kan worden, is het lange termijn effect van die komeet niet verdwenen. En de suggestie is dus dat uiteindelijk niet alleen maar Arkham en de omgeving, maar natuurlijk uiteindelijk de hele planeet langzaam af zal gaan sterven nu. Omdat die komeet daar is geland. Alleen dat zal misschien eeuwen duren. Ja. Maar stukje bij beetje suggereert hij, is dit het begin van het eind weer voor de mensheid en leven op aarde zoals we dat kennen. Ja. En dat is iets wat natuurlijk eigenlijk, als je zijn verhalen naast elkaar gaat leggen en de plotstructuren gaat vergelijken, dan zie je bijna een standaard plotstructuur. Er is een personage die curieus wordt, iets gaat onderzoeken, komt iets tegen en de uiteindelijke conclusie die die kan nemen is het begin van het einde. Ja. En of er is misschien wel een kwaad, wat dan nu misschien even weg is, maar er ligt nog iets groters te wachten. Ja, er staat nog iets groters te wachten. Er is nog iets wat weer daarachter schuilt. Precies, gaat, of wat toch nog weer door. En het is eigenlijk grappig, want je zegt inderdaad, die Amy Price, die daar eigenlijk dus, of die Amy Pierce, die daar in de buurt woont, die eigenlijk inderdaad die dat allemaal niet wil weten. Eigenlijk is dat de standaard houding van al die mensen in dat dorp. Ze willen daar niks van weten. Ja. Ze willen dat eigenlijk, dat wordt helemaal niet, dat wordt gewoon genegeerd. Je komt er niet, je praat er niet over. Je ziet eigenlijk dat de standaard inclinatie van de mensen die er wonen is ook, we hebben het er gewoon niet over. Maar dan is er zo'n curieuze geest dan tussendoor, die dan wel geïnteresseerd raakt en wel gaat zoeken. Ja. En dan eigenlijk dus inderdaad iets ontdekt wat vervolgens inderdaad dan mogelijk over zoveel eeuwen het einde van de mensheid inhaalt. Ja. Dat is vaak een uitheems iemand. Hè? Ja. Dat is iemand die niet van de lokale, dat zie je ook terug in de Dunwich Horror. Dat wordt vaak gezien als een van zijn meest invloedrijke verhalen. Die wordt het meeste in bundels opgenomen en is ook verfilmd en dat daar ook weer een dorpje in dezelfde omgeving weer, buiten Arkham. En weer een dorpje wat helemaal op zichzelf ingekeerd is, wat is afgesloten van de normale bewoonde wereld, waar ook de bomen te groot zijn, het is allemaal net te wild. De huizen brokkelen allemaal af, wat is er gebeurd? Het lijkt wel of het hele dorpje in een soort in een vorm van regressie zit. Die mensen die lijken allemaal steeds minder menselijk te worden. Ja, je hebt daar inderdaad die gekke familie, toch? Die familie die een zoon krijgt. Ja, de Waitleys. De Waitleys zijn daar natuurlijk een soort van de grote familie. En Wizard Waitley, de grootvader dan. De vader heeft natuurlijk via zijn occulte studies contact eigenlijk gelegd met die Old Ones. De Yogg-Sothoth, toch? De Yogg-Sothoth die daar blijkbaar net buiten de dimensies zitten wachten om binnengelaten te worden. En er zijn suggesties natuurlijk van een soort altaar op een berg en dat gaat nog terug van voor de Native Americans daar waren. Ja, dus dat heeft die Wizard Watley ontdekt.
Maar dat hele dorpje is, zeg maar, de soort van wat die Whateleys aan het doen zijn, zie je dus ook al terug bij de bewoners in de rest van het dorpje en hoe ze door Lovecraft beschreven worden. Dat die mensen zijn helemaal in zichzelf gekeerd. Die hebben eigenlijk nauwelijks contact meer met de rest van de wereld. Mensen die, je kan ook door Dunwich heen reizen. En dan er is een mooi moment waarop de verteller beschrijft van ja, en dan kom je dus op een gegeven moment op een plek waar de huizen allemaal vervallen zijn, waar de mensen er allemaal uitzien alsof ze een beetje misvormd zijn en niet helemaal goed bij hun hoofd zijn. En dan wordt het allemaal heel wild. En als je daar doorheen bent, dan ben je waarschijnlijk in Dunwich geweest. Ja. Maar de bordjes zijn ook weggehaald. Ja, dus je kan ook, de mensen die daar van buiten komen weten dus ook dan niet dat waar ze zijn geweest. Dus er wordt een complete mysterie rond dat dorpje gecreëerd. En dat is natuurlijk dan weer één van die plekken op de aarde waar de old ones bezig zijn om... Ja, door een soort scheur van de realiteit heen. Door een scheur van de realiteit heen te komen. Maar wat ze nodig hebben altijd is natuurlijk een mens die ze... De mogelijkheid geeft die dus eigenlijk die scheur moet openen voor ze, zodat ze terug kunnen komen. En dat is natuurlijk daar die Wizard Whateley en natuurlijk die dan eigenlijk zijn vrouw laat impregneren door die Yog-Sothoth en dan... Krijgen ze eigenlijk twee kinderen, in ieder geval... Eentje die wat menselijker lijkt, ja, maar die wel op heel vroeg al volwassen is en heel sterk is en gek... Een soort geitachtig voorkomen heeft. Hij heeft een geitachtig voorkomen en zij komen er uiteindelijk achter dat hij ook geen schedel heeft, maar dat bijna meer een soort exoskeleton heeft, zeg maar. Ja, dat is inderdaad heel gek. Daar komen ze achter op het moment dat hij, volgens mij, die een van die halfbroers die wil, die ook trouwens iets wat de hele tijd terugkomt bij Lovecraft, de Necronomicon raadplegen, een oude versie daarvan, moet hij dan weer naar die Miskatonic University voor, waar hij dan dat in eerste instantie niet mag zien. En dan gaat hij dat, uiteindelijk s'nachts gaat hij dat volgens mij, probeert hij dat in te zien en wordt hij door zijn hond aangevallen. Ja. En dan wordt hij gedood. En dan ontdekken eigenlijk de professoren daar dat achter dat vel eigenlijk helemaal geen menselijk lichaam zit. Of helemaal geen menselijke anatomie meer. Of nauwelijks te herkennen. En dan zie je inderdaad zo'n hybridisering. Biologie inderdaad van die een hybridisering tussen de old ones en dan en de mens. En zo. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar slecht aflopen. Het zijn altijd of geiten, vissen of reptielen die dan waarmee de mensheid dan inderdaad... Vooral inderdaad dat vissen. Hij heeft volgens mij ook zo, zelf zo een afkeer voor precies deze wezens maar ook zeker de zee en de zeeleven, dat is voor hem echt afschrikwekkend. En wat natuurlijk heel belangrijk is dat dan de van die tweeling zie je dat natuurlijk het broertje, of je kan het niet broertje of zusje noemen eigenlijk, maar de andere, dat is natuurlijk weer dat is natuurlijk de spawn of the old one, die dan in de eerste instantie opgevoed wordt alsof in het huis. Maar je merkt natuurlijk van, hoe wordt die opgevoed? Die wordt gewoon hele koeien gevoed. Die koeien die lijken ook allemaal een beetje dood te bloeden op een of andere manier. Ja, want ze zeggen altijd dat ze kudde wordt, maar niet groter. Maar ze kopen een enorme veestapel kopen ze het op. Ja, en dat zie je ook terug in Charles Dexter Ward. Daar gebeuren precies dezelfde dingen. Weer die koeienstapel die maar niet groeit, terwijl er maar koeien blijven. En weer die koeien die allemaal lijken op een of andere manier allemaal hun bloed te verliezen. En dat wezen blijkt natuurlijk een ondoorzichtig, niet te vatten, onbeschrijfelijk groot destructief beest te zijn. Wat dus uiteindelijk ontsnapt uit het huis en een ravage aansticht weer in dat hele dorp. En de enige die dit kunnen voorkomen zijn dan een folklorist van Miskatonic University die Necronomicon heeft bestudeerd en een soort tegenspreuk. Van de Arabische mysticus. Ja. Ik wil toch even de naam noemen. Abdul Al-Hazred. Bij Lovecraft. Die de hele tijd terugkomt inderdaad. Ook als een, altijd terugkomt en altijd heel duidelijk wordt geduid als waanzinnig. Dat is ook dan weer heel belangrijk. Waanzinnige mysticus. Is niet gewoon mysticus. Hij is waanzinnig. En dat is ook weer heel belangrijk bij Lovecraft. Dat alles wat voor Lovecraft niet behoort tot zijn eigen visie van maar de traditionele New England aristocratie, is in principe waanzinnig.
Ja. En abnormaal. En dus je ziet dat of het nou de oosterste mystici zijn, of inderdaad de bewoners van dit soort landelijke dorpjes, hè, buiten Providence of buiten de geciviliseerde wereld zoals hij die kent. En daardoor dus ook de metropolis. Hè. Daarom vond hij New York zo vreselijk eng, omdat iedereen daar er anders uitzag. En zijn buren kwamen uit Syrië en die vond hij waanzinnig eng. Ja, hij is wat dat betreft echt een xenofoob. Ja, het is natuurlijk alles wat hem enigszins vreemd is, is eigenlijk ook meteen eigenlijk aangestoken door die horror. Dus eigenlijk elke keer het vreemde inderdaad. Je krijgt elke keer, ook al gewoon in zijn normale leven, die horrorachtige connotatie of zo. Als je ook zijn beschrijvingen van New York leest, dat is echt, dat is eigenlijk gewoon een Lovecraft verhaal in zichzelf. Als je zijn beschrijvingen leest. Over wat voor een soort zespoelachtige, onmenselijk, titanisch, cyclopisch. Nou ja, je kan zich echt niet bedenken qua bijvoeglijke naamwoorden dat hij erbij haalt. Maar een enorme angst. Enorme angst voor die grote metropolis die me aan het uitdijen is. En zijn angst voor gewoon de verandering van de samenleving zoals hij hem graag zou willen zien en zoals hij dat idealiseert vanuit zijn bibliotheek. Door vooral 18e eeuwse literatuur te lezen en dan een verbeelding te creëren van wat was dat toch een fantastisch mooie tijd met een duidelijke orde. Alles had zijn plek. Alles had zijn orde. Iedereen, hè, dat is natuurlijk zijn eigen fantasie over de 18e eeuw. Maar dat idee dat een soort van de samenleving toen wel gestructureerde familie was, waar iedereen heel duidelijk zijn relaties tot de anderen kende en iedereen respect had voor mekaars positie. En wat natuurlijk een geïdealiseerde voorstelling is van die 18e eeuw. Maar je ziet inderdaad zijn afkeer eigenlijk voor die melting pot die Amerika in die 20e eeuw en in de 19e ook al wordt. Ja, waar wij praten over melting pot, zou hij inderdaad het woord zespoel gebruiken. Het is echt een beerput. Ja. New York is gewoon een beerput. Dat is niks, voor hem is daar echt niks positiefs over te zeggen. En je merkt ook als hij teruggaat naar Providence, hij heeft natuurlijk heel beroemd gezegd, I am Providence. Dat is een van zijn beroemdste citaten. Hij vereenzelvigde zich compleet met die stad. Maar dan komt hij er op een gegeven moment achter, als hij terugkomt van New York, en dan gaat hij wandelen en dan gaat hij wat verder onderzoeken, die stad onderzoeken. En dan komt hij dus ook bij de slums die er ook ontstaan in Providence. En dan merkt hij dat dezelfde soort mensen en dezelfde soort armoede en dezelfde soort griebesbuurten ook in Providence bestaan. En dat is, voor hem is dat zo angstaanjagend. Ja. En dan vlucht hij eigenlijk natuurlijk snel terug zijn ouderlijk huis in. En dat zie je dus zo mooi terug in zijn verhalen. Dat hij heeft een soort geografie van een centrum. En dat centrum is eigenlijk altijd een soort aristocratische woning. Of een heel traditionele wijk met vooral altijd colonial architecture. Hè? Dat is zo belangrijk. Die link met het Britse verleden. En dan zodra je vanuit dat centrum naar buiten gaat, dus je komt in die dorpjes als Dunwich, je komt inderdaad in Innsmouth, komt inderdaad op de boerderij bij Color Out of Space, dan gaat het allemaal verkeerd. Dus zodra je buiten die voor hem een soort van veilige grenzen gaat, dan vraag je om problemen. Hij krijgt gewoon zelf ook last van die existentiële horror de hele tijd. Ja, precies. Die de hele tijd. Hij ervaart eigenlijk wat in zijn eigen leven, als hij buiten de wijk, zijn huis en de wijk waar zijn huis staat, als hij daar komt, ervaart hij, denk ik, wat zijn personages ook ervaren in die meer fantastische setting. Maar hij heeft eigenlijk, ik denk dat hij zelf Shoggoth zag lopen. De Creeping Death. Projecteerde dat op zijn omgeving. Die soort van vismensen, of die mensen die langzaam een soort vismensen dreigen te worden. Ja.
En dan er ook zelf achter komen dat die ook een vismens, de verteller ook een soort van vismensachtig iets. Ja. Ja, je merkt inderdaad ook inderdaad, bijna dat bevreemdende en heet het ook het inzoomen op hoe zien die mensen eruit en hoe zijn ze dan onmenselijk? En waarin kan je dan ook die onmenselijkheden zien in de gelaatstrekken? Ja. Ze doen nooit hun ogen dicht. Ze hebben een beetje gekke huid en zo. Ja. De Dunwich Horror loopt eigenlijk goed af. Dat vind ik dan wel weer opmerkelijk. Ik bedoel, bijna al zijn verhalen lopen slecht af. Ja. Bijna allemaal. Maar de Dunwich Horror loopt eigenlijk goed af. Dan weten ze eigenlijk die scheur in die realiteit te bezweren. Ja. En te voorkomen dat die Yogg-Sothoth door die dimensie heen, door de dimensies heen breekt en die mensen ten einde brengt. Het kan zijn natuurlijk dat dat juist is waarom dat verhaal het vaakst als onafhankelijk verhaal gereproduceerd wordt. Omdat dat de lezer nog een idee van closure geeft. Ja, maar gewoon van vreselijk. Ja. En stel dat het gelukt was, oh mijn god, dat het einde van de mensheid op aarde. Maar het is traditioneel horror in de zin van de mens overwint. De mens is toch, er zijn mensen die dan het kwaad een stapje voor zijn. Het kan zijn dat daarom dat verhaal toch vaker gereproduceerd wordt dan iets als Color Out of Space of inderdaad de Dunwich Horror, Shadow over Innsmouth. Ja. Omdat in heel veel van zijn verhalen, het verhaal is dan, als je het verhaal uit hebt, dan heb je het gevoel als lezer dat dit eigenlijk maar een opmaat was naar de echte horror. Ja. En dat is natuurlijk Met de meeste van die verhalen vind ik dat inderdaad zo tekenend. Alleen wat ik er denk ik ook wel gewoon knap aan vind, is dat als je dus kijkt inderdaad, hè, dat, en wat wij zeiden het ook al eerder, de enorme cultgevolg wat eigenlijk zijn verhalen krijgt, dat die op een bepaalde manier die zogeheten mythologie, volgens mij qua horror heel goed opzet. Door het vaag te houden, door het onduidelijk te houden, door ook de hele tijd inderdaad te zeggen, er is een opmaat naar nog iets veel afschrikwekkenders, nog iets veel groters. En want als je bijvoorbeeld kijkt naar een andere mensen die ook een universum schapen, een Tolkien of een, hoe heet je ook weer, van Chronicles of Narnia. C.S. Lewis, dat zijn hele uitgedachte, uitgecalculeerde, heel zorgvuldig in elkaar gezette mythologie. Met de volkeren en de talen. En dat is eigenlijk heel, daar is, ondanks dat het een fantasiewereld is, is er niet zoveel onbekends. Is er niet zoveel vaags. Het is juist eigenlijk het heel erg uitgekristalliseerd als gedachte. Ja. Terwijl ik juist het knap vind van Lovecraft, dat hij de horror vasthoudt door het vaag te houden. Door de namen aan te verbinden die nooit helemaal duidelijk zijn. Zijn dat nou echte namen? Ja. Door ook niet een soort pantheon neer te zetten. Met een heel duidelijk, die komt van die komt van die. Hij heeft op een gegeven moment wel inderdaad helemaal later in zijn leven, dat hij nog wel de Mountains of Madness. Dan geeft hij wel iets van een soort origin story. Ja. Of een soort geschiedenis inderdaad. Maar dat universum blijft eigenlijk voor het grootste deel in de duisternis en niet duidelijk gearticuleerd. Ja. Je krijgt eigenlijk alleen maar elke keer een vage glimp in, dat vang je op van iets wat dan achter onze werkelijkheid plaatsvindt en dan houdt het op. Ik vind dat wel knap op een bepaalde manier als horrorschrijver, dat je dat op die manier weet te doen. Ja, en ik denk dat ook het verschil is tussen het genre zoals we dat kennen van fantasy literatuur, waarin natuurlijk het opgaan in de wereld die compleet anders is als de wereld zoals wij hem kennen, mm-hmm. is natuurlijk een van de grote deugden van fantasy. Ja. Voor de tijd dat je de roman leest of de film kijkt, wil je jezelf even helemaal, zeg maar, in een nieuwe wereld begeven. Maar die wereld moet wel natuurlijk tastbaar en voelbaar zijn en te begrijpen zijn, anders is de lol eraf. Ja, bijna een soort warm bad. Of ook een soort huis bieden. Ondanks dat het fantasie is, biedt het een soort. Ja. Hè, om maar iets te noemen, het Hobbitdorp in Tolkien of zo. Dat heeft toch een soort. Bijna een soort nostalgische, bourgondische kwaliteiten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, 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 en ja. En in die zin is Lovecraft heel anders. Dat hij ook anders dan Poe en iets meer zoals Hawthorne, zou ik zeggen. En ook Stephen King, die dat ook heel veel doet. Is dat hij altijd vertrekt vanuit de gewone wereld zoals we hem kennen. En de verhalen beginnen ook heel vaak met de verteller die dan zegt, ik moet nu toch echt vertellen wat ik eigenlijk nooit zou vertellen. Mm-hmm. Ik ga mijn stilte breken over iets wat ik heb meegemaakt.
En ik moet wel, want ik voel de morele plicht om de wereld te waarschuwen voor wat ik heb ontdekt. Ja, ja, ja. Maar altijd al met die nadruk op, dit is zo chockerend en de implicaties van wat ik ga vertellen zijn zo groot, dat als je dit hebt gelezen, dan zal je nooit meer hetzelfde zijn. Ja, ja. En dus is het al vanaf begin af aan zijn het altijd verhalen die eigenlijk zeggen, hè, mijn wereld, de wereld van de verteller is dezelfde wereld als de lezer. En tot op zekere hoogte leven ze ook echt in dezelfde wereld. Mm-hmm. Alleen die verteller komt dus met een boodschap, een beetje zoals inderdaad de tijdreizer in The Time Machine van H.G. Wells, die natuurlijk als enige dan de toekomst is ingereisd en terugkomt met een waarschuwing van wat ik heb gezien. Ja. Maar hij leeft natuurlijk wel degelijk in dezelfde wereld als de lezer. En dat zie je dus ook bij die verhalen van Lovecraft. En dat je dus wordt gepresenteerd met eigenlijk een heel herkenbare, typische wereld voor die tijd. Ja. Amerika, New England in de jaren 20, 30. En dan suggereert hij gewoon inderdaad via die gekke namen die eigenlijk nauwelijks uit zijn te spreken, via die scheuren in zogenaamd de dimensies van tijd en ruimte. Daar gooit hij dan gewoon van, ja, en ik heb dit gezien. Ja. Ik viel toevallig in zo'n scheur. Of ik kwam in zo'n gekke plek terecht. En eigenlijk weet ik dat ik dit niet moet vertellen. Maar ik heb het op me geweten als ik de mensheid niet waarschuw. Ja, je ziet het eigenlijk al in Dagon. Daarom vind ik op zich, hoewel het een van zijn eerste verhalen is, en je ziet nog wel dat er bepaalde zaken nog wat minder uitgewerkt zijn, is het al heel erg exemplarisch Lovecraft. Ja, dus dat is echt het fundament. Met een soort zelfmoordbrief, bekentenis van een figuur die in eerste instantie al zegt van, ik zit eigenlijk heftig aan de morfine. Maar denk nou niet dat het komt door de morfine. Die morfine is eigenlijk een geneesmiddel voor iets wat hij heeft meegemaakt wat nog veel verschrikkelijker is. Ja. En dan krijg je eigenlijk een verhaal in een verhaal wat je ook bij hem de hele tijd ziet terugkomen. Wat je bij Poe natuurlijk ook sterk ziet terugkomen. Dat je inderdaad dan, en dan gaat hij eigenlijk een soort reminiscing van dat hij een keer ergens schipbreuk heeft geleden. En dan in de stille oceaan en dan aanspoelt op een eiland waarvan hij denkt dat het een soort vulkanisme heeft de zeebodem zich opgehoogd en doemt nu boven de golven uit. En dan dat hele bevreemdende landschap van slijk en rottende vissen, waar hij dan op een gegeven moment een monoliet ziet met de gekke figuren erop, een soort visachtige, mensachtige figuren. En dan komt er in één keer zo'n enorm, gigantisch monster, half vis, half mens, die dan die monoliet komt omarmen. En dan is hij daarna, dan zijn we eigenlijk weer terug bij de verteller. Ja. En dan zie je dat hij de hele tijd, en dat vind ik al vaker in zijn verhaal, de hele tijd het midden probeert te houden tot van, is het nou gewoon gekte? Heeft die man, is die gewoon zijn verstand verloren? Of zit er wat? He, want hij wekt daar aan het einde dan de het lijkt inderdaad die zelfmoordbrief. Hij lijkt gewoon uit het raam te willen springen. Maar dan aan het einde wekt hij toch de suggestie dat die monsters hem achterna zijn gekomen. En dat hij dus eruit wordt geduwd. En dat hij eigenlijk door die monsters om het leven wordt gebracht. Maar dat is dan wat hij dan in het midden houdt de hele tijd. Van, is het inderdaad waanzin? En ook met dromen doet hij dat ook. Dat heel vaak zijn cruciale scharnierpunten in het verhaal zijn, en toen droomde ik. Of toen ontwaakte ik uit een droom. En je hebt elke keer dat de suggestie probeert te wekken van, is het niet allemaal gewoon inderdaad gekte? Of zit er inderdaad echt daadwerkelijk wat of zo? Ik vind het mooi hoe hij dat in het midden houdt. Ja, en dat is wat ik zelf altijd fascinerend vind, is hoe zijn, aan de ene kant zijn personages, dus eigenlijk hoe meer ze te weten krijgen over die wereld van de Old Ones en Cthulhu, en hoe meer ze gaan twijfelen aan hun eigen verstand en twijfelen aan of hun zintuigen wel goed werken. En dat ze denken, heb ik dit gedroomd? Is dit verbeelding? Maar er is toch ook vaak een detail in die verhalen die suggereert van, ja, maar waanzin is een defensie. Dus grijpen naar waanzin is een manier voor die personages om te kunnen ontkennen wat ze hebben gezien. Ik zal wel gek zijn. Ja. Ja. Want als ik dit echt heb gezien, Dan valt eigenlijk de hele wereld die ze bewonen. Hele wereld die zij bewonen in het niks. Ja. En dan is dus alles waar ze ooit in geloofden nutteloos. Het grijpt terug op een heel belangrijk moment in een verhaal als Dr. Jekyll en Mr. Hyde van Robert Louis Stevenson. Mm-hmm. Waarin
de dokter van Dr. Jekyll. Dr. Jekyll heeft natuurlijk zelf ook weer een arts. Ja. En op een gegeven moment zoekt hij de hulp van die arts. Omdat hij merkt dat hij controle kwijtraakt over Hyde. En ja. dan laat hij dus zien aan die arts wat er gebeurt. En dan drinkt hij dat drankje en dan wordt hij Hyde. En die arts vanaf dat moment wordt compleet depressief, kan niet meer praktiseren en uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. Omdat hij iets gezien heeft wat gewoon niet kan. Maar als arts en wetenschapper weet hij dat hij het gezien heeft. En dus wordt zijn complete wereldbeeld zodanig veranderd dat hij gewoon, hij kan er gewoon niet mee leven. En dus, en dat is een element wat Lovecraft in eigenlijk als een soort standaard element in veel van zijn hoofdpersonen opneemt. Dat ze worden allemaal, dus net als die Dr. Lanyon, worden ze geconfronteerd met een werkelijkheid die voor hun niet te vatten is als werkelijkheid. En als ze dat wel doen, dan is dus de enige conclusie zelfmoord plegen voordat die beesten en die dingen dus de wereld intreden. Want dan is het een world of pain. En dan is dus dat de enige weg eruit. En dan is de andere conclusie, dit bestaat allemaal niet, ik zal wel gek zijn. Ja, dat je eigenlijk ziet inderdaad dat er een soort grip is op de werkelijkheid. Of inderdaad wat jij ook zei, een soort narratief is over de werkelijkheid. En zodra daar ook de scheur in komt, dat daarmee ook inderdaad de waanzin gewoon nabij is. Dat je daarmee gewoon niet, je kan dan niet verder. Je zit bijvoorbeeld heel, ik vind dus daarom ook dat bijvoorbeeld The Call of Cthulhu zo mooi begint. Als je dan bijvoorbeeld inderdaad leest aan het begin, hè, dan eerst heeft hij dan een quote, een van de vrij onbekende Algerian Blackwood, die het heeft over great powers. Nou, Algernon Blackwood is zo een beroemde schrijver. Is dat een genre. Algernon Blackwood is alleen een andere, zeg maar, die gooit het net over een andere boeg, die ziet juist de wereld van spiritualiteit en de geestenwereld als een grote verrijking voor de menselijke ervaring. En terwijl er wel belangrijke, gevaarlijke krachten rondlopen ook, daar gaan sommige van zijn verhalen ook over, heeft hij een veel opener en enthousiastere, zeg maar, curiositeit voor die wereld. Algernon Blackwood was in Engeland een van de beroemdste schrijvers van Weird Tales. Radiomaker ook. Hij heeft tot in de jaren 50 veel radioprogramma's gemaakt over dat soort thema's. Dus, en heeft hij ook iets met dat theosofisme, wat heeft dat in de Call of Cthulhu terugkomt? Of is nee, dat helemaal minder, niet? Nee, minder. Nee, maar Algernon Blackwood heeft een verhaal geschreven, The Willows, en dat was voor Lovecraft een heel beroemd verhaal, omdat dat ook weer gaat over eigenlijk natuur, nature spirits, die op een gegeven moment een impact hebben op twee reizigers die op een kano over de Donau een reis aan het maken zijn. En dan blijken dus ook, die zitten in de bomen. En dan zien ze ook dus die bomen, die zien ze bewegen alsof ze dus leven. Want dat zie je terug ook weer in The Color Out of Space. Dat bomen beginnen te wegen terwijl er helemaal geen wind is. Maar toch bewegen ze. Dat is de hele tijd zo'n element dat terugkomt. En dus de natuur die eigenlijk En de gloed van de vegetatie, dat is ook zoiets. Ja, gloed van vegetatie. Maar dat het bewegen is inderdaad heel typerend. Dat de natuur in die zin een impact kan hebben op de mens. En de mens niet alleen op de natuur, maar dat de natuur dus eigenlijk krachten heeft en in een impact kan hebben en zelfstandig leeft en beweegt. En dat zie je dus terug bij Blackwood ook heel erg. Dus Blackwood is voor Lovecraft en voor lezers in die tijd. Signaleert dat eigenlijk van oké, dit is dus weer dit is een verhaal in dit genre. Hè? Dit wordt weer een verhaal van iemand die bepaalde gevaarlijke krachten gaat ontdekken of bepaalde bovennatuurlijke krachten gaat ontdekken. Alleen dan zie je natuurlijk mooi hoe hij in The Call of Cthulhu uiteindelijk niet zozeer het bovennatuurlijke, maar dus juist het buitenaardse aanstipt. Hè? Ja. Wat ontdekt wordt is natuurlijk niet een geest, maar een buitenaards wezen. Een graftombe van Cthulhu. Van Cthulhu zelf, ja. Want het begin, ik vind dus inderdaad, dus ik heb het een beetje vertaald hoor, dus misschien dat het niet helemaal conform of niet helemaal goede vertaling, maar dan zegt hij: het meest barmhartige ding in de wereld, denk ik, is het onvermogen van de menselijke geest om al zijn inhoud te correleren, al de inhoud van de wereld. Ja. We leven op een rustig eiland van ontwetendheid in het midden van de zwarte zee van oneindigheid. En het was niet de bedoeling dat we ver zouden reizen. De wetenschappen, die elk voor zich verwoed in hun eigen richting zochten, hebben ons tot nu toe weinig schade berokkend. Maar eens zal er een tijd komen dat men alle geïsoleerde stukken kennis in elkaar past,
waardoor er zulke vreselijke vergezichten op de werkelijkheid en onze ellendige positie daarin zullen ontvouwen, dat we ofwel krankzinnig zullen worden van deze openbaring, ofwel zullen vluchten van dit dodelijke licht naar de vrede en veiligheid van de nieuwe middeneeuwen. Ja. Ik vond het is heel typerend, tenminste het is al zo typerend eigenlijk, hè, voor dat hele, vervolgens eigenlijk ook voor dat hele verhaal en heel veel van zijn verhalen. Dat correleren van die feiten, wat die wetenschap aan het doen is. En dat daarmee eigenlijk zijn eigen ondergang vooruit droomt al. Ja, en ik denk dat het is niet voor niks dat Call of Cthulhu zijn meest beroemde verhaal eigenlijk is. Hè, dat ook het meest naar wordt gerefereerd. En die openingsalinea is je zou kunnen zeggen een soort abstrahering of een van zijn hele oeuvre. Hè. Hier draait het eigenlijk allemaal over. Dit is het centrale, je kan kunnen zeggen, perspectief op de wereld, op de wetenschap, op kennis die Lovecraft, waar hij stellig in geloofde, denk ik ook. Want je ziet het terug in de Call of Cthulhu als verhaal, dat natuurlijk Inspector LeGrasse, die op onderzoek uitgaat, die vindt wat hij eigenlijk nooit zou moeten vinden. Ja. De droompsycholoog die mensen analyseert, vindt wat hij niet moet vinden. En de schipper die op curieus is en op onderzoek uit wil gaan, die vindt wat hij niet moet vinden. En zo zie je dus ook dat zie je dus terug in The Color Out of Space, de wetenschappers van Miskatonic University, die dus naar het platteland gaan, die vinden weer iets wat ze eigenlijk niet moeten vinden. Zo zie je dat terug in Dunwich Horror, in Shadow Over Innsmouth. Iedereen die buiten zijn kleine soort van veilig bekende wereldje stapt, en de soort van curieus is over de grote boze buitenwereld, ontdekt eigenlijk alleen maar dat hij nog veel groter en veel bozer is dan je ooit zou kunnen indenken. Ja. En zo zie je eigenlijk, in die zin is dit een soort Lovecraft en zijn oeuvre is denk ik gewoon ontzettend interessant voor klassieke Freudiaanse letterkundigen. Oh, absoluut. Die zouden dat zien als een soort eindeloze sublimatie van zijn eigen angst voor buitenlanders en de metropolis. En dat het dat al die dingen, dat is gewoon zijn manier om uiting te geven wat over zijn eigen angsten en zijn eigen ervaringen. En dat. Dus, maar er is natuurlijk heel veel gemaakt van die Cthulhu. Ja, ik vind dat zelf altijd inderdaad is lastig om dat niet over te interpreteren. Het is namelijk ook gewoon denk ik een horrorverhaal. En het is denk ik ook precies, gewoon dat hij net als Poe eigenlijk ook weet hoe hij de elementen moet gebruiken om het shock-effect en het horror-effect te bewerkstelligen. Door bijvoorbeeld ook zo'n naam te nemen die dan ook onuitspreekbaar is. Hè, waar ook nog heel veel gedoe is over. Want wij zeggen Cthulhu, maar hij heeft zelf op een gegeven moment een keer een beschrijving gegeven van hoe je het moet uitspreken. Inderdaad een soort guttural of hoe noem je dat? Echt zo'n keelklank. Ja. Die niemand kan reproduceren vervolgens. En dat is denk ik altijd wel een beetje de last inderdaad. Dat je kan heel veel interpreteren inderdaad. Zeker in dat eerste stuk, want het is inderdaad, valt eigenlijk uiteindelijk in een soort drieluik inderdaad. Je zei het al, en dan met zo'n een professor Semitische talen die op mysterieuze wijze, maar wel op hoge leeftijd is komen te overlijden. Die een doos heeft met de Cult of Cthulhu. Ja. Met allemaal beschrijvingen in van droombeelden. En dus zelfs ook een soort beeldje op een sokkel van een artiest die hij interviewt. Ja. Die allemaal gekke dromen heeft binnen een bepaalde periode. Ja. Net als andere poëten, artiesten, gevoelige mensen, wetenschappers niet. Wetenschappers hebben geen weet van wat hier gebeurt, maar er is iets kosmisch gaande en de gevoelige geesten die daarvoor openstaan, die geven allemaal blijk van een soort, van vergelijkbare schrikbeelden. Zijn een soort ontvangers voor de zending van die Old Ones en van Cthulhu en die dat is een soort telepathie. Ja, dat zit er goed in. En in hun dromen kunnen ze dat dus ontvangen, inderdaad. En zo worden ze dus de boodschappers, eigenlijk. Hè. En bijna ook een soort collectief. Ja, ik las ook bijna een soort Jungiaans denken in. Bijna een soort collectief onderbewuste van inderdaad al die verschillende gevoelige typjes die daar dus voor aanstaan, of die daar fijn besnaard genoeg voor zijn, die merken dat er iets kosmisch aan het inbreken is. Daar heb je een goed punt, want de suggestie in The Mountains of Madness is natuurlijk dat de mensheid gemaakt is door die Old Ones. Dus dat de mensheid in die zin een productie is van die eerdere buitenaardse wezens die ooit de aarde hier domineerden. En die hebben eigenlijk al het leven op aarde, voordat de aarde levensvatbaar was, hebben zij hier leven gesticht.
Dus als je inderdaad denkt in termen van een soort primal memory. Hè? Dit is een soort geheugen uit een soort... Ja. Hè, wat in onze biologie zit. En dat brengt de mens helemaal terug naar de oorsprong van de mensheid. En dat is de old ones. Ja, en dan krijg je inderdaad wat je zegt. Je hebt dan die droompsycholoog en daarna krijg je eigenlijk meer een soort antropoloog. Ja. En dat is ook wel iets wat heel erg in zijn tijd speelt. Dat je krijgt natuurlijk ook... Je had natuurlijk daarvoor al de Golden Bough van Fraser... Met al die verschillende cultverhalen en zo, die werden verzameld in mythes over de hele wereld. Dus dat leefde ook al heel erg in die tijd. En dan schrijft hij naar twee cultgroepen, volgens mij een voodoo-ritueel, dat ontdekt hij. Of hij ontdekt dat er een soort voodoo-ritueel gaande is in Louisiana. En dat heeft dan blijkbaar een soort verband houdt dat met Eskimo's of Inuit, die ook een soort gelijke cult hebben. Ja, dat gaat terug op dat boek van Margaret Murray uit de tijd, hè, de 21. Dat was een heel beroemd en invloedrijk boek. En haar onderzoek naar witch cults, waarin ze suggereerde dat wat wij dan hekserij noemden, dat eigenlijk dus een eeuwenoude occulte subcultuur was, die dus als een soort tegenreligie opereerde onder de radar van de mainstream gemeenschappen. En dat was haar theorie daarover. En dat het dus eeuwen oud was en constant doorleefde. En dus op momenten dat het zichtbaar werd, werd het natuurlijk gelijk aangevallen. Maar dus ook op een heleboel momenten onzichtbaar doorleefde. Ja, yeah. En dus dat was een theorie die ondertussen al lang natuurlijk weer is ontkracht. Over wat hekserij en de folklore over hekserij... wat dat ons kan leren. En je ziet dat Lovecraft op die theorie voortborduurt met zijn old ones. Dat hij dus ook... Ja, die waren hier al eeuwen voordat er ooit mensheid was. Die zijn ook verantwoordelijk voor het schapen van de mensheid. Die zijn door die oorlogen tussen die verschillende buitenaardse rassen op aarde uiteindelijk onderdrukt. Weer omhoog gekomen, weer onderdrukt. Dan ontsnappen die Shoggoths, die eigenlijk slaven zijn en die... En zo is er dus een continue machtsstrijd gaande. Eigenlijk zijn die beesten de mensheid een beetje vergeten. Maar uiteindelijk hebben ze door die oorlogen zijn ze zelf natuurlijk onderdrukt. Nu is het een heel klein eventjes dat die mens soort van dominant op aarde is. Maar dat is inderdaad totale, toevalligheid. En dus onder de wereld van de mensen, onzichtbaar voor de mensen, leeft dus die hele wereld van die Old Ones en Cthulhu en de Shoggoth, die sluimeren, die zijn er nog steeds. Cthulhu. En dan ook zo oud inderdaad, dat ze de dood eigenlijk, dat zelfs de dood, dat schrijft hij op een gegeven moment toch ook, dat zelfs de dood sterft. Dat is inderdaad zo oud. Ja, je ziet ook gewoon heel erg inderdaad, sowieso de geologie en die deep time, dat het voor hem zo'n enorme, dat het zo'n enorme indruk op hem maakt. Ja, inderdaad. En dan dat vage taalgebruik, je wilde gisteren nog even, dat Cthulhu Tagen, een hoop medeklinkers gebruiken. Ja. Maar dit zie je natuurlijk ook als je kijkt naar, ik noem Stargate of wat ook al zo, noem maar wat, of een willekeurige sci-fi. Ja, ja. Dat ze heel veel doen inderdaad, met de soort taal, dus inderdaad een hoop medeklinkers, vage uitspraken, diepe keelklanken, dat hij daar echt een aanzet toe geeft eigenlijk al in dit verhaal van Cthulhu. En ik denk dat hij dat maakt hem zo belangrijk voor de ontwikkeling van die genres in de 20e eeuw. Dat hij het is niet dat hij in de ene kant een soort literair grootmeester is op dit gebied, zoals je dat misschien van Edgar Allan Poe eerder zou kunnen zeggen. Ja, en ook van Hawthorne, Maar dat hij vooral ontzettend veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van die genres qua conventies. Het hele idee van parallele werelden die tegelijkertijd bestaan, maar dan gewoon in een andere dimensie. Hè? Ja. Maar wel degelijk even soort van dynamisch zijn, even levend. Ja, als en de dus machtsstrijd inderdaad, maar ook die kosmische, wat natuurlijk ook vaak een kosmische horror wordt genoemd. Ja. Maar bijna inderdaad een soort... Ja, de ongeschreven regels die ermee verbonden zijn. De vage taal inderdaad, maar ook de vage chimera's die er vaak van worden gemaakt. Als je ziet inderdaad de hoeveelheid kunstwerken. Dus hoeveel verschillende Cthulhu's er zijn gemaakt door kunstenaars. Dat is waanzinnig. Ja. Terwijl als je dan kijkt naar de hele vroegste tekeningen, zijn het eigenlijk over het algemeen, zijn die monsters niet meer in onze ogen niet meer zo monsterachtig. De oorspronkelijke illustraties die ook in Weird Tales verschenen, die zijn heel koddig als je die vergelijkt met wat fanart tegenwoordig allemaal maakt van
die wezens. Ja, want je zei het inderdaad over de Mountains of Madness. Dat daar die Old Ones, dat zijn dan gewoon een soort, ja, een soort komkommer, een soort augurken met een soort, het is een soort augurk met een sterachtig. Met een sterachtig hoofdje met wat bolle oogjes erop. En dat is bijna een soort, je zou dat nu, die bestaan dus ook natuurlijk. Hè? Je hebt allemaal pluche beestjes van al dit soort mensen. Ja. Dus in die zin heeft het eigenlijk juist door het visualiseren van moderne media, dus in film en op graphic novels en dat soort dingen, heeft het eigenlijk een hoop aan zijn horror verzwakt. Omdat, wat je zelf al zei, het is het opwekken van die sfeer van onmeetbaarheid, onbegrijpelijkheid, wat zijn verhalen echt de angstaanjagend maakt. En dus op het moment dat je dat dus in alle mogelijke kleuren en met alle mogelijke special effects die we tegenwoordig kunnen creëren gaat uitbeelden, dan boek je in op de mysterie, op het occulte aspect, en dat doet hij voor mijzelf ook al een beetje. Door juist zo'n chimera ervan te maken. Daarom vind ik inderdaad bijvoorbeeld zo'n Color Out of Space, omdat hij daarna niet zoveel handen en voeten geeft aan wat het nou is wat daar heerst. He, ik denk zodra je er toch een soort menselijke chimera, want dan wordt het toch inderdaad een octopus met vleugels en met zus en met zo. Ja. Ik heb het toch het idee dat hij daarmee eigenlijk alweer toch iets te veel in de bekende sfeer trekt. Dat het eigenlijk een heel groot deel van zijn angst ontleed aan het feit dat je het. En wat je eigenlijk ook al in hele goede horrorfilms ziet, is dat in hele goede horrorfilms is meestal inderdaad de hetgeen wat het griezeligste is, of de griezel, pas laat in de film vol in beeld komt. Ja, hè? Ja. Aan het begin, zelfs bij een Jaws of zo, heb je toch. Ja. Aan het begin is het vooral de dreiging. Dan zie je alleen de mensen verdwijnen. Je onder ziet de zee. Je ziet de mensen verdwijnen. Of ik kan nu even niet op een heel goed voorbeeld komen. Misschien je ziet het volgens mij ook wel in bepaalde Godzilla-verfilmingen. Dat je ook inderdaad, het duurt heel lang voordat je Godzilla ziet. Ja. In het groot. Hè? Ja, daarvoor is het altijd inderdaad een deel ervan of een stukje. Ja. Of een poot, een oog, een stukje bek. Ja. En horrorschrijvers weten volgens mij dat heel goed. Dat je de meeste angst opwekt door juist in het ongewisse te houden hoe dat eruit ziet. En dan uiteindelijk openbaart het zich natuurlijk wel. Ja. Maar ik vond eigenlijk dat misschien ook wel een zwakte was van Cthulhu. Dat hij er zo snel eigenlijk een figuur van maakt. Terwijl het misschien juist sterker was geweest. Maar ja, ik bedoel, wie ben ik om dat te becommentariëren? Er is een enorme sloot aan kunstenaars die zich erin geïnspireerd voelden. Maar ja, dat je op een bepaalde manier denkt van ja, als je dat juist in het ongewisse had gehouden, was dat misschien nog angstaanjagender. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, in de keren dat ik Lovecraft zelf heb onderwezen op de universiteit, heb ik altijd heel nadrukkelijk de link gelegd tussen wat Lovecraft aan het doen is in zijn verhalen en de kunstvormen uit die tijd. En Lovecraft verwijst ook zelf af en toe naar het futurisme en naar dus meer expressionistische vormen van kunst. En wat je natuurlijk ziet, vooral bij cubistische kunsten ook, is die interesse in primitieve, wat ze toen primitief noemden, kunstwerken uit niet-westerse landen. Ja, dus al die beeldjes, die maskers. Ja, Picasso, wat je ziet met de Afrikaanse maskers natuurlijk. En daar gaat Lovecraft dus direct op in. Dus die interesse vanuit de westerse wereld, plotseling voor dus kunst die zij zelf dan weer primitief noemen. Ja. Terwijl natuurlijk voor die mensen die dat maken is er niks primitiefs aan. Nee. Maar dat is natuurlijk, en daar zie je ook weer die link met Lovecrafts eigen ervaring van de modernisering van Amerika. Dat hij, wat hij ziet in Providence, is dat er lopen mensen rond van veel te veel verschillende kleuren en met veel te veel verschillende religies. En die mixen mensen ook van nog verschillende klassen. En ja, die trouwen allemaal met elkaar. En dat is eng. En terwijl hij zelf trouwt met een Joodse vrouw. Dus, zo gaat dat natuurlijk altijd. Ja. Hè? Het individuele mens is altijd weer een uitzondering op het grotere idee. Ja. En dat is, daar maakt Lovecraft zich natuurlijk ook schuldig van in die zin. Hij was denk ik ook als ontzettend wereldvreemd figuur ook nogal naïef in heel veel van die dingen. En een enorm extreem beschermd opgevoed. Ja. En echt in een bubbel met een enorme overbearing moeder die de hele tijd hem maar niet in contact laat komen met andere mensen. Ja. En ik denk dat hij daardoor, als hij dan leest in tijdschriften of kranten of misschien in musea en dingen, dan denkt hij van die primitieve kunst. En voor hem is dat woord primitief dan heel veelzeggend. Er gaat zijn verbeelding helemaal op hol, want hij kent al die andere werelden niet. Maar het staat ook dichter bij de natuur, heb ik het idee. Dat is ook inderdaad het
Tenminste, dat is dan bij hem de gedachte volgens mij. Dat denkt hij. Het staat dicht bij de natuur. Ja. Het staat dicht bij misschien ook alweer in die kosmische kennis dan. Ja, die weet gewoon probeert na te Dat zijn heel erg, denk ik, zijn vooroordelen. Is dat hij dan de zogenaamde primitieve kunst, die op dat moment heel populair is, associeert hij weer met ongeciviliseerde mensen. Of mensen die een glimp opvingen van die scheur in de werkelijkheid. En dat is natuurlijk inderdaad, of het nou bij de Eskimo's is, of natuurlijk die groep die in Louisiana leeft, is weer een groep die blijkbaar soort onderdeel is van die swamp. He, dat zijn echt van die, dat is natuurlijk de typische Amerikaanse outback. Dat is, daar leeft niks geciviliseerd. Daar is de normale wereld nooit binnengedrongen. Nee. Dus die mensen leven allemaal in een soort eerder stadium van menselijke ontwikkeling. En dat is, je ziet dat Lovecraft heel bang is dat zijn providence of zijn concept van civilisatie aangetast wordt door de primitieven. En of dat nou primitieve groepen zijn binnen Amerika of hij is helemaal geobsedeerd met China en Azië. En dat zijn grootste angsten. Dat op een of andere manier zijn wereld wordt aangetast door dat primitieve. En ik denk dat is zijn obsessie met dus die beeldjes. Of het nou afgodsbeeldjes zijn of wat. Dat idee van primitieve kunst, dat is natuurlijk letterlijk de cultuur van die primitieven die het westerse wereld inkomt en die dus de grote kunstenaars op dat moment zien als een goed voorbeeld voor de ontwikkeling van westerse kunst. En ook breed uit de conventie. Een losbreken uit de conventies. Helemaal. Dus zo'n Picasso zie je dat natuurlijk heel sterk. Het compleet verwerpen van impuls om los te breken. Ja. Los te breken uit het realisme. Los te breken uit het uit de klassieke traditie. Ja. Uit realisme ook. Hè? Dus opeens wordt natuurlijk de verbeeldingskracht wordt veel belangrijker. En ik denk dat daar die obsessie met zijn base reliefs, waar hij het altijd over heeft in de verhaaltjes. Ja. Muurschilderingen, muurtekeningen. Maar ook inderdaad van die monolieten menhirsachtige dingen. Easter Island figuren waar hij het over heeft. Ja, Paaseiland, die beroemde. Moa's die ze daar hebben, die beelden. Ja, En voor Lovecraft zelf, als je zijn biografie leest en leest wat hij schrijft in zijn artikelen in The Conservative, dan zie je dat hij alle vormen van het binnenvallen van die primitieve culturen in de westerse wereld ziet hij als tekenen van eigenlijk het einde van de westerse civilisatie. Hè. Daar zit hij heel erg in lijn met Oswald Spengler en zo. Het idee dat zo'n cultuur bouwt zich op tot een moment van perfecte verfijning. Er is gewoon op een gegeven moment echt een top. Ja. En dan komt verval. Ja. En hij bijna ook als een soort organisch proces. Hè? Als een soort organisch proces ook, ja. Ja, en Lovecraft was een discipel van dat, zeg maar, die vorm van historisch denken. En hij zag dus eigenlijk in de opkomst van primitieve kunstvormen weer een manier waarop eigenlijk, voor hem was dat gewoon bewijs dat de westerse wereld onderweg naar beneden was. En hetzelfde zit hij in New York als hij daar dan komt. Dat is natuurlijk ook inderdaad, dat is een grappig thema wat natuurlijk in het derde verhaal, wat in de Call of Cthulhu zit, naar voren komt. En die gekke, mysterieuze stad die dan opdoemt uit de oceanen. Net als in Dagon hebben we weer inderdaad een schipbreuk. En ook inderdaad heel erg geïnspireerd door een Poe weer. En dan een hele bevreemdende stad. Van slijm en gekke, niet-Euclidische geometrie. En dingen die onbegrijpelijk zijn. Waar dan zo'n enorm monster sluimert in zijn tombe. En dan uiteindelijk ook nog even kortstondig nog even dan ontwaakt. Tenminste, als je bijvoorbeeld inderdaad een ik pikte het op bij Michel Wellebeck, maar je zei volgens mij terecht inderdaad dat die nogal veel heeft van de andere biograaf van Lovecraft, namelijk, even zijn naam kijken. Ja, dit was de eerste biograaf, L. Sprague de Camp. En die is een soort collega van Lovecraft, maar net iets. Hè? Die was heel jong toen Lovecraft overleed. En je hebt de grote Lovecraft scholar is S.T. Joshi. En die heeft ondertussen recent een biografie geschreven, een hele grote, van twee dikke boeken. Ja. En die
Het boek waar jij het over hebt is inderdaad eigenlijk een soort korte samenvatting van Sparta Kemps grotere biografie. Maar Wennebeck zegt dan inderdaad van dat eigenlijk voortijdse, voormenselijke stad, die soort het cyclopische, dat op een bepaalde manier ook parallel lijkt te lopen met inderdaad zijn indruk van New York. Wat ook eigenlijk ook iets onmenselijks begint te krijgen. In het uitdijen, in die gigantische gebouwen, maar ook in de ranzigheid inderdaad. En wat jij zegt, al zijn gedachten over xenofobie, racisme, antisemitisme. Ja. Inderdaad, wat we al eerder zeiden over die cesspool die grote stad is. Ja. Ook interessant wat je noemde inderdaad, dat Providence dan, als hij dan dus terugkeert naar Providence, dat hij daar eigenlijk dus dezelfde, hetzelfde ziet. Zelfs in Providence komt hij er dus achter dat hij niet te ver vanuit, niet vanuit zijn eigen centrum, het koloniale deel, hij moet niet te ver naar de randen gaan, want daar, dus net daar als... Daar is het verval al. Daar zijn de slums, daar zijn de buitenlanders, en vooral natuurlijk alles wat maar met havens te maken heeft, want havens zijn natuurlijk de gateways naar de rest van de wereld. En havens zijn hele gevaarlijke plekken voor Lovecraft. En dat zie je in al zijn verhalen terug. En dan vooral havens waar ze zeemannen hebben die dan ook nog eens of Afrikaans zijn of Aziatisch zijn. Dat is dan helemaal de foute buurt. Ik denk wel wat Lovecraft onderscheidt van een hoop meer hedendaagse schrijvers die vooral kijken naar bijvoorbeeld de horror van de metropolis en misschien de armoede en de soort vervreemding. Hè, is Lovecraft minder. Maakt zich minder zorgen over menselijke vervreemding en bijvoorbeeld inderdaad armoede. Maar hij kijkt heel erg vanuit de polarisatie tussen wat hij normaal vindt. Hè, en wat hij normaal vindt is wat hem betreft objectief normaal. En dan alles wat dat niet is, is voor hem abnormaal. Dus hij zit heel erg dat is niet alleen maar een biologisch kader, maar ook voor hem een moreel kader. Dus wat hij normaal vindt, is normaal in alle vormen van normaliteit. Dus dat zijn normale gedachten, normale geloofsovertuigingen, normale manieren van doen en schrijven en met hoe elkaar omgaan. Hoe je moet handelen. En alles wat daarvan afwijkt, ziet hij dus gelijk als... wat in het Engels aberrant, een aberration. Het is een verkeerde afwijking. Hè? Het is abnormaal. Het is niet anders, maar abnormaal. En dat is bij Lovecraft, dat idee dat het dus fout anders. Er is voor hem alleen... Anders is altijd fout bij hem. Ja. Ja, of ja, fout. Ja. Ja, is het in termen van goed en kwaad? Of in termen van fout? Maar in ieder geval weerzinwekkend. Of zo. Er is een soort... Voor Lovecraft zelf wel. En een soort bron voor die... Want een bron je hebt van ook angst. Al, want ergens is dat griezelen. En dat de ander is ook inderdaad... Het is niet per se dat inderdaad... Althans, misschien in zijn niet-fictieve schrijven... Dat wel heel negatief... het is wel negatief, maar niet wordt gezien als iets kwaads... Of als iets slechts of noodzakelijk. Maar... Vaak juist vooral inderdaad als iets wat gewoon niks met jou op heeft. En wat ook niks, wat zich niet... Wat echt in inferent staat ten opzichte van jou. Ik heb het idee bij hem dat vanuit de ervaring van de nietigheid... er een monster wordt geschapen. Maar dat een monster is bijna een copingmechanisme voor de ervaring van de nietigheid. Ja, bijna een gestalte geven al aan dat het weerzinwekkende van het andere... Ja, ik denk dat is een goed punt. Dat de mythologie die hij creëert door eigenlijk leven op aarde neer te zetten als een soort niet doordachte bijzaak van een oorlog tussen verschillende alien, buitenaardse rassen. Ja. Dat voor hem een manier is om gewoon om te kunnen gaan met dat gevoel van complete nietigheid en betekenisloosheid. En dat hij zegt het ook over de Old Ones, dan als ze de mens schapen, dat het ofwel het was opzet of het was gewoon een... Ja, die waren ze uit het oog verloren. Of een soort spelletje. Of ik weet niet precies welke Engelse woorden die voor gebruikt. Maar in ieder geval was het...
Hij wekte impressie mee dat het ook niet per se de bedoeling had, was. Maar dat het gewoon, misschien gebeurde, als een geintje. Het was gewoon een soort, net als je doet experimenten. En dan komt er een soort toevallige bijzaak. Hey, kijken. Nou, dat hadden we niet gedacht, maar dat is ook leuk. Weet je? Daarom ook op die manier mee omspringen. In de zin van dat ze ook geen enkel probleem vinden als je dan vervolgens ook uit het bestaan wordt wordt gehaald. Precies, hij beschrijft heel grimmig in Mountains of Madness dat dus de Shoggoths ooit gecreëerd waren als slaven voor die Old Ones. Ja. En dat ze ook andere vormen, levensvormen creëerden. Maar zodra die levensvormen hun doel hadden, geen doel meer hadden, werden ze ook gelijk weggevaagd. Dus die Old Ones waren dus continu bezig met het creëren van leven, van rassen, van beesten. En het dan compleet vernietigen ervan. Ja. En wat zoveel lezers en ook fans van Lovecraft en mensen zo eng vinden aan Lovecraft als schrijver, is dat hij dus in zijn niet-fictieve werk dus ook veel waardering toonde voor dingen als eugenics, maar ook ideeën van rassensuperioriteit. Daar was hij heel erg mee bezig. Het klassificeren van mensen in waardevol en niet waardevol. Hè? En dat uitte hij dan in zijn verhalen door zo'n mythologie, waarin hij dan op een gegeven moment zegt, ja, want die Old Ones, die creëerden dan die lui, dat waren gewoon slaven, en dat waren dan eigenlijk gewoon de boeren, en die werden gewoon gecreëerd voor voedsel. En op een gegeven moment, als ze niet meer nodig hadden, werden ze gewoon exterminated. Gewoon compleet weggevaagd. En daar zit hij natuurlijk op een heel fout spoor, als je kijkt naar wat er uiteindelijk in de jaren 40 gebeurt. En hij verwijst ook al naar Ziet in ieder geval hoe dat denken leeft. Hè? Ja. En misschien is Lovecraft inderdaad een excentriekeling en wat dat betreft misschien daar een uitzondering in. Maar je ziet in ieder geval wel dat denken leeft. Dat dat denken rondom inderdaad een soort zuiverheid en niet mengen. Ja. En dat is veel breder dan Nazi-Duitsland. Ja. Je kan dat niet beperken tot, dat was het Derde Rijk. Dit leefde in Engeland. Precies. Dit leeft natuurlijk op heel veel verschillende plekken. En als je dus Lovecrafts brieven en die artikelen in de Conservatives leest, dan zie je hoe normaal en eigenlijk soort alledaags dat soort theorieën werden besproken. Ja. En als je dat dan terugziet in zijn mythologie, dan krijg je rillingen, zeg maar. Dan denk je echt van, jeetje, hij is ervan overtuigd dat in die zin het leven. Ik had een citaat van die Spengler, die dan in 1932 komt er een Engelse vertaling uit van zijn Man and Technics, heet dat in het. Bloemlezing is van. Dat is eigenlijk. Precies. Het is waar hij veel van die ideeën even korter bespreekt. En dan zegt hij: human law is ever a law of the stronger to which the weaker must conform. En dat is een boek uit 1932. Toen schreef Lovecraft nog. Lovecraft echter wel in die zin een soort discipel van Spengler. En dat zie je dus terug in zijn mythologie. Waar draait het uiteindelijk om in de kosmos? Is gewoon de wet van de sterkste regeert. En de rest doet er gewoon niet toe. Ja, en er zit een soort perverse humor in Lovecraft, dat hij het, een beetje zoals bij Jonathan Swift, dat hij het leuk vindt om de mensheid te haten. Dit is niet gewoon een misantroop, leuk om de mensheid te haten. Wat hij doet in Mountains of Madness is dat hij dan die mensen die de expeditie vooruit zijn, hebben dan blijkbaar zo'n Old One gevonden, zo'n augurk met van die rare dingen, en die gaan ze dan ontleden. Ja. En dan komt dus natuurlijk de rest die achterloopt, die komt dan omdat ze op een gegeven moment horen van, dit moet je echt zien, mijn god, moet je kijken wat we allemaal hebben, jullie moeten echt ook hierheen komen. Nou, dan komen ze daar, maar dan is natuurlijk ondertussen zijn de rollen omgedraaid. En dan zijn natuurlijk de menselijke expeditieleden onderdeel geworden van de ontledingstechnieken van de Old Ones. En dan hoe die dat dan ook beschrijft, gewoon die ironie dat dus de wetenschappers worden zelf het object van ontleding. Ja. In plaats van dat zij worden kennis over. Ja, zij hanteren niet meer de scalpel, maar andersom. Het wordt direct omgedraaid. En dan altijd hoe daar ook de natuur waarschuwt. En dat vind ik ook opmerkelijk.
element of zo bij hem. Dat dit, in dit geval zijn het dan de sleehonden op Antarctica. Ja. Die beginnen de hele tijd te blaffen enzovoort. En zijn extreem bang voor die gekke fossielen die ze dan vinden. En andere zaken die daarbij horen. Ja. En in de Dunwich Horror zijn het die whooper whales. Hoe noem je dat? Whippoorwills. Whippoorwills, een soort nachtzwaluw. Ja, dan noemt hij volgens mij ook spirit pumps of de hele tijd. De cycle pumps, dat is natuurlijk echt vanuit mythologie is dat natuurlijk echt een traditionele idee. Hè? Dat die vogels de connectie zijn tussen de mensheid en de wereld van de geestenwereld. Dat buitenwerkelijk. Dat die bijna de hele tijd een soort van alarm zijn of zo. Hè? Een alarm ook van, je moet eigenlijk niet doorgaan. En dat eigenlijk bijna die wetenschappers iets buiten hun eigen natuur aan het doen zijn. Ja, precies. En de dieren, de planten die samenvallen met de natuur, die reageren heel primair eigenlijk op deze horror. Mm-hmm. De wetenschapper reageert eigenlijk buiten zijn eigen wezen om op deze horror. Is nog steeds door die interesse eigenlijk verblind. Ja. Hij is dus eigenlijk abnormaal bezig. En dat is heel interessant dat Lovecraft dat vaak zo duidt. En dan zie je ook dat die zwaaiende bomen bijvoorbeeld in Color Out of Space, in die context zijn die ook een waarschuwing. Hè? Zo zijn ze eigenlijk ook in Algernon Blackwood's verhaal The Willows. Die bomen zwaaien, maar die zijn eigenlijk die mens zo van, hè, weg hier. Je hoort hier niet. Dit is niet van jullie. En dat is ook weer een iets wat in de moderne horrortraditie, hè? Dat zie je overal terug. Dat in veel monsterhorror zijn het inderdaad, vogels, katten, honden, de dieren die wij vooral tegenwoordig om ons heen hebben als huisdieren. Hè, die vaak intelligenter zijn als het neerkomt op het een soort kwaadheidsradar. Als het kwaad echt volgens mij omdat ze in loert, tune zijn. Hè? Ze zijn in tune met wat ze zelf zijn. Ja, precies. Ja. En als het kwaad loert, dan hebben die beesten en veel sneller door van, het is niet pluis hier. Hier moet je niet zijn. Dit is inderdaad waar Lovecraft zo vaak over schrijft. Het woordje forbidden. Ja. Hè? Dat komt altijd terug bij hem. Ja. Dit is verboden terrein voor de mensheid. Ja. En de mensheid moet dus begrijpen dat dit niet, het is niet voor hun om die grens te overschrijden. En dus de dieren doen het niet, maar de mens is in die zin stug, koppig, maar ook gewoon dom. Hè? Gewoon, hij overschreeuwt zichzelf, hij gaat eigenlijk zichzelf te buiten. Ja. Hey, toch vanuit een ze kunnen die waarschuwingen niet lezen. Nee, begrijpen ze het niet. Nee. En dat heeft dan te maken inderdaad met een vorm van grootspraak. En inderdaad het idee van, wij de wetenschappers zullen wel gaan uitleggen wat hier aan de hand is. Hè? Een veel te groot idee dat de mens in het centrum staat van het universum of aan de top. Maar van vooral die wetenschapper inderdaad. Hè? Ja, dus de gewone dorpeling, die wil eigenlijk ook, die zijn eigenlijk net als zo'n kat of zo'n boom. Die gaan ook weg of willen er niks van weten of houden zich afzijdig. Ja. Die gaan niet, die gaan ook niet op zoek. Nee. Het is die wetenschapper die op zoek gaat. Ja. Ja, in die zin is het eigenlijk anti-science fiction. Hè? Lovecraft wordt Hij zei het inderdaad. Er zijn veel mensen die Lovecraft becommentariëren, die dan zeggen van, het is echt een enorme materialist. Het is een enorme iemand die atheïst was, niks op had met enige vorm van religie of wat ook of zo. Maar uit de verhalen vind ik hem inderdaad ook eigenlijk juist. Ja, het is heel erg een commentaar op een soort, ben je een Prometheus-achtige wetenschap van, pas nou op. Ga nou niet je eigen wezen te buiten. Ga niet op zoek naar wat je eigenlijk niet wil vinden. Maar dat past eigenlijk in zijn eigen interesses, waar hij natuurlijk als jeugdige lezer zich helemaal verdiepte in de 18e eeuw, maar dus ook in de 19e eeuwse gothic. Dus ik weet zeker dat hij Mary Shelley's Frankenstein heeft gelezen. En natuurlijk, hij was een fameuze lezer van Arthur Machen uit Wales, die eigenlijk ook in die traditie schreef en een voorbeeldfunctie had over dus de gevaren van een wetenschap die zichzelf in de centrale positie zet en de arrogantie heeft om te denken van, weet je wat, hè, geef ons maar een probleem en dan lossen wij dat wel even op. Geef ons maar een vraag en dan geven we jou wel het antwoord. Hè? En geef ons een mysterie en dan komen wij achter de werkelijkheid.
En Lovecraft was heel sceptisch ten opzichte van die houding, zeg maar. Ja. En misschien ook niet zo heel erg vreemd, omdat hij in zijn tijd ook gewoon de hele tijd verbaasd moet zijn geweest over alle wetenschappelijke ontdekkingen die werden gedaan. Van röntgen, fotografie, je gaat natuurlijk op een gegeven moment ook infrarood, wordt op een gegeven moment gedetecteerd. Dus je merkt ook inderdaad dat die werkelijkheid ook heel erg op zijn voegen aan het schudden is, omdat er de hele tijd ontdekkingen worden gedaan, waardoor midden in jouw werkelijkheid in één keer ook iets anders waar blijkt te zijn. Hè? Je kan in één keer bijvoorbeeld warmte zien via een infraroodcamera of wat ook of zo. Ja. Of je kan rechtstreeks door materie heen kijken met röntgenstraling. Dat ook. Hè, je ziet natuurlijk inderdaad hij heeft daar weet van. Ja. Hij is ook geïnteresseerd in die wetenschap. En hij merkt ook inderdaad, die wetenschappen zijn heel ontwrichtend eigenlijk. Nou ja, ik denk dat hij misschien naar dat soort wetenschappelijke ontwikkelingen keek. En dan zo'n wetenschapper bijna zag als een vorm van tovenarij. Ja. Dat daar ook de Necronomicon, als het een soort oerboek van de occulte kennis en de toverkunst. Ja. En dat hij misschien vanuit zijn eigen literaire achtergrond op die manier dat concept van de wetenschap weten verweven in zijn verhalen. Want hij kan dan folkloristen en literatuurwetenschappers loslaten op een boek als de Necronomicon. En dan heeft die Wilbur Whately heeft dan de Engelse vertaling van Dr. Dee, die niet helemaal compleet is. En dan moet hij inderdaad naar de bibliotheek om dan de echte Necronomicon te lezen. Ja. En dan maakt hij eigenlijk van letterkundig en filologisch onderzoek. En daar maakt hij dan echt wetenschap van. Want je kan daar dus allemaal impact mee hebben op de natuur. Je kan met die formules die daarin staan, die niet uit te spreken zijn en niet, kan je wel degelijk een Shoggoth laten verschijnen of een scheur in de ruimte-tijddimensies creëren. En op die manier lijkt het er wel een beetje op alsof die oude gothic traditie van het bovennatuurlijke, de magie, tovenarij, hekserij, dat die probeert helemaal te vermengen met de moderne wetenschap. En die twee dingen bijna probeert te vereenzelvigen. Van er is niet zoveel verschil tussen die denkbeelden. Daarom heeft hij ook wat je ook zei inderdaad, elke wetenschapper is bijna een alchemist bij Lovecraft. Uiteindelijk ook, precies. Dus ze zijn dan wetenschappers. Dat zit er ook altijd tussen. En dat zie je bijvoorbeeld in die roman over Charles Dexter Ward, dat hij begint met chemie en het binnenhalen van allemaal stofjes en dingetjes via, en natuurlijk wordt altijd weer besteld uit het buitenland en dat komt allemaal weer via een haven. Dan moet hij naar de haven om de dingen te halen. Dus dat is ook allemaal. Maar je ziet ook dat de moderne chemische, zeg maar, de moderne scheikunde leidt zijn personages altijd terug naar de alchemie. Ja, ja. En dus hij zegt, voor hem is dus blijkbaar wetenschap ook niet puur progressief. Het is accumulatief. Het bouwt op elkaar, maar wat daaronder ligt is net zo belangrijk. Het is het fundament. Ja. En die alchemisten hebben dus diezelfde verleiding om buiten de grenzen van het menselijke kennen te treden. Ja. Even als die wetenschapper. Precies, ja. En je kan dus door terug te gaan in de tijd, door de beginselen van de wetenschap te herontdekken, kan je weer verloren kennis opdoen die eigenlijk, dus als je denkt aan de wetenschap als puur progressief, dan ontwikkelen we steeds meer kennis en dan worden we steeds wijzer. Terwijl Lovecraft suggereert dat mensen niet alleen maar meer weten, maar eigenlijk minder, voor alles wat ze nieuw leren, vergeten ze weer iets anders. Ja. En zijn wetenschappers ontdekken dus altijd weer de kennis die ooit vergeten was door die zogenaamde progressie. Hij gelooft ook gewoon helemaal niet in het idee van progressieve wetenschap. Dat is een heel goed punt. Dat is ook zo dat ze op een bepaalde manier losgezongen zijn, maar eigenlijk die oude spirituelen, of inderdaad dus die waanzinnige Alhazred, wel toegang toe hadden. Ja, die zitten dichter bij de oorsprong van leven op aarde, bij de oorsprong en van het rationele haatje. Op een bepaalde manier ben je bij dat rationele ook weer niet besnaard om het te ontvangen op een gekke manier. Nee, dat wordt een soort blinde vlek. Ja. Een te grote focus op puur, zeg maar, scientific rationalism creëert een hele grote blinde vlek voor wat er eigenlijk allemaal in de wereld gebeurt. Ja. En daarom ben ik zelf persoonlijk erg sceptisch op die interpretatie van Lovecraft als een pure materialist. Want ik denk dat zijn die personages wel, maar die personages dat is die heeft opvoerd, zijn niet
zijn geen helden. Die hoofdpersonen en vooral die wetenschappers worden niet neergezet als zeg maar de helden van zijn verhaal. Die zijn vaak de slachtoffers. Slachtoffer of inderdaad gewoon een toeschouwer. Of inderdaad. Want ze zijn ook bijna nooit in actie. De actie is eigenlijk altijd indirect. Het is altijd inderdaad, hij beschrijft hoe die Noorse schipper dan de stad, wat heet ik weer, ontdekt, waar Cthulhu ligt. De verteller zelf is eigenlijk nooit echt geïnvolveerd in het verhaal. Is eigenlijk altijd een beetje in de existentiële vissenkom aan het kijken naar al dat vreemde wat daar buiten zich afspeelt. Ja. Maar inderdaad is altijd overwegend altijd een materialist of een wetenschapper. Ook inderdaad over de Color Out of Space is het ook een landmeter aan het begin. Die gaat praten met die amies die dan, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk het beroemdste citaat, denk ik, naast dat Lovecraft zelf zei van I am Providence. Is uit Call of Cthulhu. Hè? In his house at, in his house at really I, dead Cthulhu waits dreaming. Ja. Dus ja. Hij is dood. Maar hij leeft, want hij wacht. En hij droomt. Ja. En het idee is natuurlijk dat Cthulhu heeft de eeuwigheid. Ja. Die heeft geen haast. De mens heeft geen eeuwigheid. En de mens is nietig en doet er niet toe. En de vraag is dan, dat dromen is natuurlijk dat uitzenden wat hij doet naar die sensitive mensen die dan die boodschappen in hun dromen kunnen oppikken en dan natuurlijk inderdaad die rituelen kunnen gaan opvoeren en die beeldjes kunnen gaan maken en op die manier Cthulhu kunnen oproepen. Maar wat voor mij nog steeds een vraag blijft... Of in ieder geval flarden daarvan zien. Maar waar wacht Cthulhu op? Hè? Dat is het magische van Lovecrafts verhalen. Of je hem nou als mens duidelijk een problematisch figuur met hele problematische politieke beelden en sociale ideeën. En in die zin is niet iemand om een poster van op je muur te hangen. Nee. Dat zou je niet zo snel doen. Nee. Maar als je puur kijkt naar de soort van ideeën in zijn verhalen, het is zo suggestief. In his house at Riley, dead Cthulhu waits dreaming. Nou, als wij denken over dromen, dan onze dromen zijn de dingen die wij graag willen verwezenlijken. Bijvoorbeeld. Our dreams, that is, what are you dreaming of? En hier heb je dus een eeuwenoud buitenaards wezen wat in principe dood is, maar natuurlijk echt dood zijn ze nooit. Het slaapt, het droomt, maar het wacht ergens op. Ja, het slijmer. Ja. Waar wacht het op? Hè? Dat woord lurking is natuurlijk weer zo'n heel belangrijk woord. Hè? De lurker. Hè? Ik dacht zelf aan toch dat hij toch daar ook een soort... een beetje kosmologische gedachte. Het is ook heel erg van, als de sterren goed staan, kan het gebeuren. Dan komen ze terug. Maar de posities van bepaalde zaken in astronomie hebben natuurlijk ook al een zekere mate van... Die komen vaker voor. Hè? Volgens natuurwetten verloopt, zitten daar bepaalde voorspellingen doen. Op dat punt in de toekomst staan deze en deze planeet op dezelfde lijn. Dus ik heb het idee dat daarmee ook inderdaad iets van die cycliciteit van zo'n kosmos laat zien. Van wij zitten wel, het is niet een soort pijl in de tijd. Van toen was er leven en toen op een gegeven moment was er de mensen er en dan op een gegeven moment krijg je civilisatie. En het is dan een soort... Het is niet lineair bij Lovecraft. Nee, maar er komt iets terug, wat er al een keer is geweest. Ja, en als het terugkomt, en het wacht. Ja, dat wacht, is zo onheilspellend eraan. Cthulhu wacht op iets, waar hij precies op wacht, dat weten we natuurlijk niet. Dat kan inderdaad zijn, dat de sterren weer goed staan. En dat past natuurlijk bij zeg maar de origin story van die hele mythologie, is dat dit natuurlijk uiteindelijk gewoon buitenaardse wezens zijn die door de ruimte van één planeet naar een ander zijn gereisd. En op een gegeven moment zijn ze die kunst om te reizen door de ruimte zijn ze kwijtgeraakt. Nu zijn ze eigenlijk gewoon stranded on a desert island. Maar dan een desert planet in de ruimte. En waar wachten ze op dat misschien hun eigen planeet bijvoorbeeld weer dichtbij genoeg is dat er nieuwe... Old ones, nieuwe... Geen idee natuurlijk. Of een portaal zich opent of wat ook of zo. Dat is in ieder geval de suggestie die de hele tijd wordt gewekt. Ja, en dan herhaalt alles zich weer gewoon opnieuw. Dan
Maar het heeft ook inderdaad het feit dat hij in eerste instantie het in een zin zet die dan die cultische uitspraken tijdens een ritueel die onuitspreekbaar is. Ja. Maar het heeft ook gewoon, je ziet dit natuurlijk, je ziet dit zo sterk terugkomen in hedendaags. Ja, heel veel science fiction, horror. Dit soort boodschappen die heel suggestief inderdaad. Maar inderdaad, de angst zit daar vooral inderdaad in het woord waits. Hè. Hij is dood, maar hij wacht dromend. Waar wacht hij op? Ja, en waar droomt hij over? Ja. Hij heeft ook verlangens. Ook dat. Zeker. Ik vind dat, dat zie je in The Mounds of Madness. Dat daar zie je toch dat de angst en de horror die die wezens oproepen. Want daarvoor is het bijna elke keer van, zodra je ook maar enige kennis krijgt van het wezen, ben je er zelf geweest. Mm-hmm. Maar in Mounds of Madness lijkt hij toch die vreemde wezens wat te vermenselijken. Door toch ook inderdaad ook een soort sympathie op te wekken. Of empathie op te wekken voor het feit dat ze weer. Dat ze ten onder zijn gegaan. Of dat een. De verteller zegt op een gegeven moment poor old ones. Ja. Omdat hij sympathie heeft voor. En dat is weer dat hele grimmige van Lovecraft. Dat hij dan. Ze komen erachter door die panelen te analyseren. Waarin. Dat is allemaal van die pictoriale soort geschiedenis. En dan komen ze erachter dat dus ooit de old ones, dat zijn die sterkoppige augurken, dat die dus die shoggoths hebben gemaakt. En dat zijn een soort vormloze drap met heel veel ogen. En die kunnen zich in alle mogelijke vormen en dingen creëren. Dat die dus op een gegeven moment ontsnapt zijn. En een soort muiterij, slavenopstand zijn begonnen. En die zijn uiteindelijk sterker geworden dan de old ones zelf. En die hebben de old ones teruggeduwd in die stad die uiteindelijk dan onder de zee. En dan zegt dus die verteller gewoon, oh, poor old ones. Ja, zo gek. Omdat zo hij dan, gek, hij omdat krijgt dan medelijden. Van ja, die hadden ooit zo'n mooie cultuur met kunst en slavernij. Met een weer duidelijke orde tussen wie is duidelijke hier de orde. Baas, wie doet hier het werk. Hè, wie heeft er de privileges van. En dat is dan weer de Lovecraft's griezelige ideale samenleving. En dan denkt hij van, ach, dat waren eigenlijk de aristocraten van vroeger. Ja, dat vind ik dus inderdaad. Ik vind dat zo'n gekke wending dat hij dan een soort. Dat hij dan helemaal. Krijgt hij een soort. Ja, vroeging of zo. Ja. Ik heb ze eigenlijk in al die andere verhalen. Heb ik ze eigenlijk alleen maar als angst en jager neergezet. Ja, en ben je meteen dood als je ze eens een keer ontmoet. Of er iets van ziet. En dan aan het einde is het dan inderdaad dat hij bijna. Dat hij dan een soort gekke medelijden heeft. Ik denk dat is Lovecraft's. Geloof in dat idee van de sterkste heeft. De sterkste heeft gewoon het recht om te regeren. En als dus de slaven door een truc in opstand komen, of ze hebben die slaven even niet goed onder controle, en dan worden ze dus eigenlijk door een soort. Ja, dat lijkt wel of dat personage daarop reflecteert. Van ja, die poor old ones, die zijn de dupe geworden. Ja, zodra eigenlijk die stratigrafie. Doorbroken raakt of zodra de orde doorbroken raakt. Als de orde doorbroken wordt, dat ziet hij als een tragische wending in elke civilisatie. Ja. En dat is dus in zijn fictieve civilisatie van de Old Ones en Cthulhu en die Shoggoths en al die dingen, ziet hij daar ook. De doorbreking van de gevestigde orde is het tragisch begin van het einde van een civilisatie. En zo ziet hij dat ook als hij zelf door New York loopt of door Providence loopt. Hij ziet een doorbreking, een afbrokkeling van een orde die hij gewoon duidt als abnormaal, onwenselijk. Dit is tegen de natuurwetten in, volgens Lovecraft. Terwijl natuurlijk veel mensen zouden zeggen dat diversificatie juist typisch is voor de natuur. Bijvoorbeeld. Als er één natuurwet is, dan is het misschien dat alles continu in een staat van verandering is en aanpassing en vervorming en noem het maar op. Ja, en vooral hij lijkt eigenlijk sticking out like a sore thumb. Hè? Dus hij lijkt eigenlijk vooral niet meer te passen ook. Hè? Dus hij lijkt in die orde. Ja, hij is inderdaad de odd one out eigenlijk. Ja. Helemaal, ja. En dan misschien een klein beetje vooruitwijzend naar, binnenkort gaan we een volgende horrormeester behandelen, Stephen King. Ja. Misschien toch dan iets over de verwantschap tussen Lovecraft en Stephen King. Zie je daar ook, net als met Poe en met Hawthorne, een vergelijkbare invloed?
Ja, Stephen King is heel open geweest in hoe belangrijk Lovecraft en Poe zijn geweest, bijvoorbeeld als jonge schrijver. Maar ook vooral, hij heeft veel geschreven over hoe hij als kind naar de bioscoop ging. En dus al die Poe-verfilmingen en dat soort, al die zeg maar slok-horror en science fiction in de drive-in cinema, hoe dat heel belangrijk is geweest. Dus hij heeft ook vooral die eerste vertalingen van Poe en Hawthorne en Lovecraft naar populaire cultuur meegemaakt. Mm-hmm. En die zijn ook belangrijk geweest voor het ontwikkelen van zijn thematiek en de manier waarop hij schrijft. En wat je eigenlijk bij Stephen King ziet, is dat hij in plaats van dat hij dus met die cosmic horror bezig is, met dus de complete nietigheid van de mens in het grote universum. Indifferent, heelal. Gaat King, die slaat een hele andere weg in. Hij heeft nog steeds, net als Lovecraft, houdt hij vast aan het idee dat er naast, parallel aan of ergens tussen de wereld zoals we die kennen, allemaal krachten opereren op de mensheid die we liever niet willen weten. Mm-hmm. Maar hij grijpt eigenlijk meer terug nog naar Hawthorne. Je zou kunnen zeggen, het is een mix van Lovecraft en Hawthorne. Dat hij aan de ene kant dat monsterlijke van Lovecraft overneemt, mm-hmm. maar dan juist het humane van Hawthorne daar aan toevoegt. Dat hij de nadruk legt op wat Hawthorne ook zo vaak doet, is het individu die vanuit een soort sterk moreel kompas weet het goede te doen op het crisismoment, mm-hmm. om de horror te overwinnen, hè, het kwaad te overwinnen. Ja, 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 ja. En dus hij aan de ene kant is meer klassiek eigenlijk. Ja, meer klassiek, maar wel met dat idee dat er dus een soort onzichtbaar kwaad loert, wat continu probeert de mensheid, zeg maar, te overrompelen. Alleen hij plaatst daar dan juist een individu of een groep mensen in die heel erg vasthouden aan de betekenis van het leven, het doel van het leven, dat mensen heroïs kunnen zijn, dat het optreden tegen het kwaad nut heeft. Ja, ja. En dat het dat het een soort temmingsmogelijkheid is, of er is een soort mogelijkheid om het toch een noodlot af te wenden. En het vaak het bevestigen van een bepaalde centrale morele, zeg maar, normen en waarden die Stephen King vanuit zijn eigen geloofsovertuiging in zijn werk ook opneemt. Hè. Hij is echt een Methodist. Hij schuift dat nergens onder banken of zo. Hij zegt, I'm a Christian writer. En hij houdt dus vast aan bepaalde traditionele normen en waarden over belangrijk is om een goed mens te zijn. Mm-hmm. En dat doet hij niet op een hele soort conservatieve manier, maar er zijn wel degelijk, voor hem is het schrijversvak ook een moreel vak. In Lovecraft zegt dat die menselijke deugdelijkheid, zeg maar, die zit er eigenlijk niet in. Dat komt niet te sprake, maar op een gekke manier lijkt het wel dan inderdaad een beetje naar boven te borrelen, dat je dus inderdaad eigenlijk dat ze op eenzelfde manier met orde bezig zijn. Ja, maar ik denk dat dus dat Stephen King ook zijn bovennatuurlijke aspecten van zijn verhalen heel erg voortbouwt op Lovecraft op een bepaalde manier, maar dat hij dus in het creëren van zijn Amerika, vooral in Maine natuurlijk, veel meer leunt op Hawthorne en veel meer bezig is met ethiek. Met wat betekent het om een goed leven te leven en de juiste beslissingen te maken, zodat je niet alleen maar doet wat goed is voor jou, maar zodat je leert om te doen wat goed is voor de mensen om je heen. En dus dat zie je absoluut niet in Lovecraft. Lovecraft is nooit geïnteresseerd in wat voor consequenties heeft het handelen van deze dwaas op de mensen om zich heen. Ja, of überhaupt ethisch vooraanstaande figuren. Nee, absoluut niet. Hij is niet geïnteresseerd in ethiek. En Stephen King gaat in die zin, bouwt hij voort op Lovecraft wat betreft bovennatuurlijke, het monsterlijke. En grijpt hij terug naar Hawthorne om weer van horror een morality tale te maken. Ja. En hij is natuurlijk van alle schrijvers in de 20e eeuw, niet alleen binnen het horrorgenre. Maar hij is gewoon de best verkochte auteur van de 20e eeuw, zo'n beetje. Er zijn weinig auteurs die meer hebben verkocht over de hele wereld dan, mm-hmm. hij zelf.
Dus ook weer zo'n... Maar die horror, die sci-fi heeft toch altijd nog wel een klein beetje, maar misschien tegenwoordig veel minder, alsof het minder serieuze literatuur is. Hè? Dat, ja, ja. In de tijd van Lovecraft was dat natuurlijk al helemaal. Daarom helemaal. Moest hij schrijven voor pulptijdschriftjes en dat soort dingen en zo. Maar zo werd er ook gewoon een beetje aan en aan gekeken, toch? Ja. Tegen die horror, tegen die sci-fi. Dat was ook niet vooraanstaande literatuur. Nee, zeker niet toen. En natuurlijk toen King begon ook niet. King is natuurlijk beroemd geworden als gewoon een schrijver van paperback horror literatuur. Ja. Alleen als iemand natuurlijk over de hele wereld in gigantisch veel talen wordt vertaald, zo'n beetje alles verfilmd wordt en overal aanwezig is, dan heb je een schrijver waarmee je als natuurlijk literatuuronderzoeker weer wel iets moet doen. Daar moet je op, dat moet bestudeerd worden. Ja, want waarom beroert dat de mensen zo? Hè? Waarom houdt dat de mensen zo bezig? Ja, en ondertussen heeft hij natuurlijk ook wel wat prestigieuze literaire prijzen gewonnen. Dus naast het feit dat hij zo'n beetje alle prijzen in de wereld van horror en science fiction heeft gewonnen, heeft hij nu ook wel een aantal literaire prijzen binnen in de macht gesleept. Dus ook, je ziet ook dat in Amerika langzamerhand Stephen King als schrijver steeds meer geherwaardeerd wordt eigenlijk. Ja. En ik zelf heb hem altijd gewoon gezien als de Charles Dickens van Amerika. Ja, Charles Dickens, ook iemand die aan de ene kant een schrijver is van bestsellers, van tijdschriftliteratuur, van fantastisch mooie, grote, melodramatische boeken met personages die heel episch af en toe. Hè, en aan de ene kant karikaturen zijn, maar en aan de andere kant ook weer heel heroïs en met verhaallijnen die vaak lijken op fairy tales, maar die dan worden gesitueerd in een wereld die weer hyperrealistisch is. En ja, dat soort aspecten zie ik terug in Stephen King. Hè. De hele realistisch geschetste personages. Mm-hmm. Heel mooi uitgebeeld in hun gevoelsleven, hun angsten, hun dromen. Een hele realistische schets van hoe het is om in small town America te leven bijvoorbeeld. Maar dan weer met inderdaad dat heroïsche, het romantische en het en ook wel kosmische af en toe. Ja, ja. En dat af en ook toe in ook. Dat, dat mundane, kneuterige, wat dan in één keer, dus eigenlijk net in dat als zo'n color out of space. Ja. We hebben gewoon ergens een dorpje, onbeduidend dorpje, heel mundaan. Iedereen is met zijn handel en zijn wandel bezig. Ja. En dan is de inbreuk uit een andere dimensie of uit een ander deel van de kosmos of wat ook. Of zo. Ja. Het is misschien zo dat dat is misschien iets te kort door de bocht, maar waar Lovecraft misschien de ultieme pessimist is, is Stephen King echt een optimist. Ja. Hij gelooft in de mensheid. Hij gelooft in het goede van de mensheid. Hij gelooft in het idee dat de mensheid ook zijn eigen tekortkomingen kan overwinnen. En dat is denk ik een groot verschil tussen Stephen King en Lovecraft. Lovecraft blijft eigenlijk een misantroop. Een misantroop, een pessimist en iemand die alle nadruk legde gewoon op alles is eng. Ja. Maar met de ingrediënten die hij heeft, toch wel inderdaad verhalen die heeft geschreven die gewoon een eigen leven gaan leiden. Ja, dat is zo'n Necronomicon. Bij hem is dat altijd echt een vage achtergrond. Hè? De mythes, voor zover je dat mythes kan noemen überhaupt, de wezens zijn eigenlijk altijd een vage achtergrond waar je af en toe inderdaad even iets van ziet. Maar je ziet vervolgens, er zijn Necronomicons geschreven. Talloze mensen hebben zich daardoor laten inspireren. Ja. En hebben ook dat boek daadwerkelijk ook proberen op te stellen. En zo. Ja, en, het spreekt ontzettend tot de verbeelding. Ja. Juist vanwege die suggestiviteit. En dan kan je als fan van het werk, kan jij daardoor weer helemaal zelf verder bouwen. Ja. Dus ik kan in die zin begrijpen dat hij legt ook gewoon heel veel zaadjes misschien voor dingen die pas later eigenlijk echt goed die later in één keer veel meer tot wasdom komen. Ja, ik denk dat maakt Lovecraft zo belangrijk voor de ontwikkeling van dit soort genres in de Amerikaanse cultuur. Maar ook natuurlijk buiten. Lovecraft is heel populair in Japan bijvoorbeeld. Heel invloedrijk geweest in Japan. Ja. Er is een Belgische schrijver die Lovecraft verhalen heeft geschreven in de Nederlandse taal dan, in het Vlaams. Het is letterlijk ook een beetje net als de Creeping Death van Color Out of Space, gaan zijn verhalen nu de hele wereld over. Nou, dan wil ik je bedanken voor deze fantastische podcast en natuurlijk ook de luisteraars thuis bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.